Dag beste kijkers en luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's met Kurk Droog. Een podcast waarin we het hebben over foto's, feiten en vedivers. Onze gast van vandaag heeft de coolste baard van Vlaanderen. En daarmee heb ik ook meteen al zijn kwaliteiten opgenoemd. Deze man, zijn klededrecht, doet vermoeden dat hij altijd net van een begrafenis komt. Een kleurtje zou niet misstaan. En over kleurtjes gesproken, als je je afvraagt waarom hij er vaak wat bleekjes bij loopt, wel, dat komt doordat hij de hele tijd in Alex Agnew zijn schaduw loopt. Deze allemansvriend wordt werkelijk door iedereen graag gezien, behalve dan door de kastaars. Zijn vrouw noemt hem Stefast Rico Suave. Wat bij mij het vermoeden doet reizen dat zij geen Spaans verstaat. Maar alle gekheid op een stokje. Deze diamant van deurne vulde zalen in verschillende landen, runt de meest succesvolle podcast van het land en zat op restaurant met Robbie Williams. Allemaal dingen die wij niet kunnen zeggen. Welkom, Andries Bickers. Fantastisch begin al. Fantastisch. Ja, goed. Een roast. Er moet meer geroosterd worden in het leven. Ja, ja dit is slaan en zalven, want op het einde zijn ik dan best wel, wel lief, maar af en toe... Uh, maar ja, dat is goed? Een... Kun je dat terug wat ademen, want je hebt je wat verslikt. Ja, 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 dat goed. Ja, dat, dat is goed. Is goed ja. Dat is het ja. grootste compliment dat je kunt krijgen, dat iemand zich verslikt. Uh, nee, nee, maar in vind... drank. Maar wij leven in een maatschappij waarin afgezeker dat afgezekerd wordt, dat dat altijd gezien wordt als iets negatiefs, maar als dat op de goede manier ah, gebeurt. Ja, dat is maar... een soort van bromance, toch? Ja, zeg, zeg het toch, hè. He. You only roast the ones you love. Ja, dat is waar. Ergens is het het schoonste compliment dat je kunt krijgen. Ja, absoluut. En ook als er niks te zeggen is, kunnen ze als niet rozen. Dus dat wil zeggen dat er, dat er veel is om over te babbelen. He. En daarvoor zitten we hier ook, hè. Zit mijn bruggen? Ziet in mijn brugjes? <laughs> voel me veilig. <laughs> ja. Zeg, Wij beginnen altijd uh, met een ijsbreker. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje, maar uh, om zo elkaar nog beter te leren kennen, hebben we u uh, een keer hier uitgenodigd in onze prachtige studio, Gewaard onder de indruk ja het ziet er keigoed uit ah, voilà, fantastische wall de mensen zien dat die wallen de mensen zien de wall de ook de wall. alles wat, wat je niet te zien krijgt is uh, bij ons ja, wat staat je niet te... dat wij ervoor zitten eigenlijk ja. Ja, want eerlijk bij ons uh, bij ons op de podcast wat je niet te zien krijgt is de reclame. dat is kookboeken ik... van Pascal Naasels maar bij ons zijn dat wel echt uh, ook wel legends ik zit er ook wel een kookboek van Pascal Nassus? ja ah, oké okay. ik zit erop ja. ik zit op die kookboek om ik het toch hoger te lijken Zeg maar, we hebben het in een intro al eventjes vermeld. Uw bijnaam is uh, waarschijnlijk volledig terecht uh, Rico Suave. Hè, uw vrouw, Sabrina, uh, gebruikt die. Blijkbaar heb ik mij laten informeren. Ze zijn wel drie marginale namen in één zin eigenlijk. Dat is keigoed. Rico Suave en Sabrina. Sabrina. dat is echt zo. Ja, 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 ja. En Deurnen is ook al gevallen. Ja, 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 ja. We gooien maar, alles ineens op de noop. Hè. Hoe lang heb ik? Komt ik gewoon echt mijn uur nodig hebben om mijn klas terug te uh, boven ja, om te Om gewoon uw rutte te, te oh, doen maar, ons, ja. ik heb ja. werk. Maar, wij vroegen ons af van... Hey, hoe hebt jij uw vrouw eigenlijk ontmoet? Dan, hè? Want Rico Suave, hoe, hoe heb je ze ontmoet en versierd of verleid? Want Rico Suave, ja, charmant, smooth, een gladde jongen. Ja, wat is Rico Suave? Is dat, is dat ja, hoor. wel Rico Suave komt eigenlijk, uh, komt eigenlijk was eigenlijk een figuur als ik me niet vergis uit de jaren negentig of misschien zelfs Zang langer hè MTV he? maar die net zo dat was zo'n gast uh, ja ik zei de muziek die, waarschijnlijk was van die Spaanstalige pop ah, ligt wel, nou. en die kerel als ik me nog kan herinneren als moet het wel eens opzoeken of zo had een soort uh, zo, 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 zo witte blauwe jeans ook met scheuren maar toen al ah, en een ja. soort bandana en zo het soort lijf dat allee, wel bevestigd dat je mensen niet alleen muziek kon maken was nee, 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 nee. en dat was zo en dat was zo een nummer ook zo Rico, swaai. Ja, die ik... gelijkenis nog niet. Maar nee, ik, ik dat ook dat... komen komen. Of... Ik totaal niet, maar dat was gewoon iets dat we heel hard hadden. omdat we dat. Onwaarschijnlijk grappig van. Ja, ja, ja. Want het enige wat ik er misschien mee heb is dat mijn haar boven gemiddeld is. Daar stopt het Spraak, dat ook wel. Dat. Dus dat is zo'n ding geworden. En zij is dat wel zo wat in stand onthouden. En ik heb er nu al vrede bij. Maar om ze dan toch even te kaderen. Ik heb ze leren kennen. En dit is, dit is hem. Dat is ah, ja. hem. Oeh, ik, heb, oh, ik heb niet echt gelogen. Hè. Nee, dus, nee, nee, ik, nee, dat is ja. een goede beschrijving. goede beschrijving, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat het ook in Beav, Beavs and Butt zat voor de echt old people aan het luisteren. zijn, denk ik dat hem er ook in kwam. Ja, zo'n typische jaren negentig figuur. Ja. Spaanstalige pop, hè. dat is een ding. Hè. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Het is een van de meest beluisterde genres, denk ik, Spaanse muziek. In ieder geval, uh, ik heb mijn vrouw zat op de grond leren kennen. Zat op de grond. Ah, ja. Ja, dat is echt waar. Uh, en ik ben er ook verliefd op geworden dat ze zat op de grond was. Zellig ah, zat op de grond. Zij lag zat op de grond. Maar ik zag wel iets <laughs> wat ik tot op de dag van vandaag nog altijd in haar zie. Dat is een enorme uh, passie voor feesten en ah, voor ja. het leven. Want uh, die lag echt zat op de grond. En daar gaan we niet flauw over doen. Dat is niet altijd het meest klassevolle om te zien. Maar ik heb ja. zelden iemand gezien in mijn leven die zo. Blij zat op de grond lag. En, uh, ja, en, en alleen dan? Of, of? Ja, die was ontdaansten ont, uh, ont, ont op, op in een tijd, in, dat is echt lang geleden, dat was van die 80s parties. Ja. ja Waar ook uh, cafébaas uh, Fokke van der Meulen van Joker eigenlijk achter zat. Dat was de man erachter, was een van de twee DJ-duels. En ja, dat was wel iets uh, heel goed te doen had, en ik heb haar daar leren kennen. Zat op de grond. Maar is er een mogelijkheid dat ze misschien u heeft gezien en dan eigenlijk in ketswijm.? Ah nee, dat is gewoon geweest Ja, dat zou prachtig geweest. Nee, dat beter vooral geweest. Ik ben helemaal niemand dat iemand onderbreekt, maar ik dacht dat je onmiddellijk. Dit was het tot een halt roepen. Nee, absoluut niet. Maar ik probeer er wel aan te herinneren. En wat beter dan een platform zoals dit. om het toch even voor de rest van de wereld duidelijk te maken. Zij lag zat op de grond. En hoe gaat dat dan verder? Want je ziet, een vrouw zat op de grond. Een, mijn, een man blijft een man. Een man blijft een man, man. Die vrouwen zat op de grond, hebben we misschien al zoiets van. Oké. Okay. Ja, ze um, zijn uiteindelijk wel recht, recht gestaan. En hebben wel een, een momentje gehad. Maar ja, dat zal kwalitatief, denk ik, niet <laughs> voor mij is, wat, uh, zal ik zeggen, hoogstaander geweest zijn dan voor haar. Ja, ja. Dat zegt ze ook wel. Maar ik moet blijkbaar toch genoeg. Ja, ja. ja, ja. Om, uh, om, Eigenlijk een beetje de reddende engel op dat moment. Hoor. Dus ja, ja zoiets. Zo oh. zo. En dan, ja, dan is ze nog wel even overgegaan. Of zo. Dus nog wel een paar maanden tussen geweest. Maar ja, dat is toch wel de officiële ontmoeting waar zij zich niet heel veel van herinnert. Ja. Blijft ze bij wel daar. Dat is toch het verhaal dat ik in ieder geval tegen de dochter en tegen de kleinkinderen ga vertellen. En tegen de luisteraars ja, en de kijkers. dat ja, ja, is in ieder geval beter dan. Ik heb nog rechts geswiped. Of links, ik weet niet wat het is. Maar op tientallen. Ja, dat heb ik helaas niet meegemaakt. Vind je dat erg? Gaan ben... we toch naar links en rechts niet? Nee echt niet, ik weet dat echt Allere, niet. Nee, ik ben, als ik dat, ge, als, als ik dat je ge... als ik dat je specialist. Nee absoluut. En jij nog nooit? Ge... Hey. wel. In de tijd heb je dat eens gedaan, maar ik gebruikte dan altijd die knopjes gewoon. Ah, ja. Ik was geen. Uh... Ik, ah, ik, was ook, geen ik, ik heb ook. Ik heb ook een maat. Ik weet, ik weet niet links of rechts. Ik ah, heb ook lang maat. Ik heb ook een maat. En ik vond dat. Uh, <laughs> dat vond ik ook grappig. Je kunt ook blijkbaar zo zeggen van die bullshit zo doen, ik om mee. Gewoon flappen op tafel, geld op tafel, en dan kregen je zo een soort. Speciaal op het bureau, dan nee, ja, dat is het nog, nog meer flappen. Ja. Maar dan krijg je zo'n soort abonnement dat je daar ook niks spannend niet spannend meer aan is. Dat je zo kunt, je kunt zien, zien wie dat u gelijk heeft. premium-account. Dat ah, ja. Ja. is Premium 10 ja, euro per maand of zo. En dan, uh, kun je... dan kun je eigenlijk geen, geen blauwtje niet meer oplopen. Maar dan zie je de al eigenlijk in de lijst wie dat u gelijk heeft. of Oh ja, en dan is moet hopen dat er daar iemand met ja zal er wel. ik pijnlijk. vind ik ook wel pijnlijk dat als het over de vrouw van uw, of de man van je leven gaat dat je dat toch zegt. nou die 10 euro geef ik er niet al nee nee nee, nee <laughs> dat nee, doen nee, we nee, niet al. om mee tracteer ja, geen grieten Moeten goede principes houden maar je hebt dat zo voor vrienden gedaan niet? geven zegt nu mij en dan moest ik zo swipen. zo en deed je ja, dat serieus of val jij dan ja ik deed dat serieus ja af en toe zegt wel er wel die tussen dat je denkt van iets iets match maar ja, ik, vond, ik, vind wel, ik heb ik dat heb zelf nooit gedaan dat ik al langer lastig maar ik vind dat wel superplezant. maar in niemand ja. van ons drie ja ik zo ook niet jij hebt ook nooit echt een tinderprofiel gehad Jawel, 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 jawel ik heb wat, wel nu wel wel wat ik altijd wel want ik, natuurlijk ik stel me dan voor wat doe je dan en wat, wat ik altijd zou denken was of moeilijk zou vinden wat voor soort foto's zitten erop want je, hoeveel foto's kunnen zitten zetten? Daar is daar is een artikel over wat de beste soort foto's zijn oh, ja. want zo ja. foto's is dat niet goed dat nee, ik denk dat je zo... Uh, ook niet dat uh, je een sixpack hebt? Dat geloof nee, nee, ik niet. Ik nee, denk dat dat nee. altijd goed is, een sixpack. Ja, ja me. Ja, niet. Ja, denk... Je moet je uw, uw, uw kwaliteiten nog voorbrengen, ja, denk ik. De wat was dat he? met jou? Wat Oh, uh, Dat is... Uh, een paar, uh, wat was dat bij mij? Ja, degene dat ik het beste vond. Niet had zo... jij een, een klaksknop? Ja. Toen had ik... Ja, ik heb altijd, denk, bij wijze van spreken, een klaksknop. was niet... dat een geposeerde foto? een foto dat je zo dat deed, of zo? Of waar dat curry droog foto's bijvoorbeeld van, 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 ik zal dan zeggen, nee. een podcast ofzo. Toen deed ik dat al, nee, toen deed ik dat al niet meer. Maar uh, ik, ik, ik heb mij me niet meer herinnerd. Ja, eigenlijk een foto dat je ook op je Facebook-profiel zou zetten. Zo. Hier was, stond zo, ik goed op. Hier stond ik goed op. Ja, ja, denk dat, ik dat als man zijnde, want ja, ja hoe keers? Uh, niet zo van ah, hier is een foto met mijn kat. Want dat laat dan zien dat ik een dierenvriend ben. Nee, dat allemaal niet. Of hé, hey, hier is hier een foto met mijn. Wat ik mij je moet uitpakken toch een klein beetje. Nou, maar tuurlijk, ja, tuurlijk, maar ja. zo ook niet te of zo. Ah, wel, voilà, en zo, ik denk, het blootbovenlijf is direct te, denk ik. Misschien ja. dus moeten die als derde foto zetten maar niet als de eerste. Nee, maar als je zo gelijk ons wel op een podium staan ik zou dan wel zo dat foto gepakt met mijn volk erachter of zo. Ja, ja mogelijk, ja. ja. Nou, ik zou dat precies ook doen. Ik ben absoluut geen Ja, ja. Okay. ik heb er toen niet echt uh, zwaar onderzoek naar gedaan. Uh, nee, gewoon de foto's dat ik dacht, dat is een goede foto. Maar ik kan me echt letterlijk niet meer herinneren welke dat, dat zou worden. Maar gaat hij ook? Wat er die zo ga swipe alles naar de goede kant? Of, of had hij even gek -trukte? Ja, tuurlijk. Dat je zo niet kiest, maar gewoon alles. En het mij dan. Hè. Dus je doet gewoon alles tik-tik-tik en dan zie je wie u match en daar worden dan aan het selecteren. Hè. Ah, ja, je dus is niet... eigenlijk de, de ja. hustle way wa, 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 wat in prima is. Je smeet alles tegen een ram en wat bleef plakken, dan ging je met de koem onderstaan. Ja. ja. Wow. Om, dan niet te, om dan niet te spreken hè, met die grieten, by the way. Hè. Dat is, ah ja, tof. Maar ik vond dat vooral tijdverdrijven verdrijven of zo op 2C. Ja. Echt legit. Ik dat is tozant. Echt... Vooral tijd. Ja, dat is zo. Van, ik geef dat wel toe. Uh, uh, ik, ik, denk, ik denk wel dat ik dat leuk had gevonden. Ja, want, want iets, iets in, in mij zegt dan zo: ja, als je dat serieus neemt, ja, dan zit het toch een beetje. Je moet ook wel zeggen, dat is al lang geleden. Dus toen was dat nog nieuw. Nu is dat misschien wel anders. Ja, maar nu, ik ken toch veel tinder Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is ook wel. Deze, ja. ja, Tinder. Ja, dat, ja, dat is een verhaal ja. of zo. Nee. Maar ik ben een beetje allergisch om dingen serieus te nemen. Want dan, je, dan, 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 dan laat zien dat je dat wilt of zo, en dan, ja, als je dan geen match zit, dan zit dan een loser. Snap je dat? Is, dat is van, moet altijd terug kunnen door van. Ja, het interesseerde me toch eigenlijk niet. Dat is Dat mijn voetalchje. Het eeuwige panzer. Ja, ja. Van, voilà, inderdaad een schild. Ja. Letterlijk dat dus. Ik, ik neem dat overal in mee, ook in Tinder. Niks wist mee. Of, of ja, al, je had het dus duidelijk niet nodig, schat? Nee, natuurlijk nou, niet. Nee, nee, ja. niet Zo'n zo binkje daar ah, je niet nodig, alsjeblieft. Dat gaat in en Uitspelen. Ja, ja, het Uitspelend. Dat is voor ons niks niet meer. Ja, ja. Killzone-level. Ja. Ja. Oh, zo binnenrijven, al die handel. Uh, nu, voordat we me, uh, uh, met de podcast beginnen... Enfin, we zijn al de bezig foto's. met de foto's beginnen. Uh, we hebben elkaar gisteren gezien. We spreken nu 29 mei, dus gisteren was 28 mei een, een belangrijke dag voor bepaalde Antwerpenaren. Als deze podcast uitkomt, God blijken hoe belangrijk dat die een dag was of niet was of whatever. Uh, ja, wat is het misgelopen? Kort, we gaan dat even kort even analyseren. We worden even uh, Wat is het misgelopen volgens jou? Misschien wel ik uitleg het geloof over de Antwerp Union. Wat antwerpen absoluut Union. over antwerpen Union. Ja, ik kon er vanuit dat iedereen weet waar het over ja. gaat, maar blijkbaar niet. Ja, ik, uh, ik denk dat het eigenlijk uh, ja, Eigenlijk is het goed. Ik denk Geen dat dat goed. een heel moeilijke wedstrijd is om te analyseren als coach, want ja, het, was de, de, ze hebben, het is de minst gepasseerde ploeg, Allee, ja. de 3 Buté, Butey, uh, uh, Pacho, Alderweireld is quasi foutloos ja. en ze krijgen een stomme own goal binnen van nota bene denk ik dan nog het grootste talent dat hier ja. rond. Dus wat kunnen ze er aan doen? Niks. Niks ja, je zou kunnen zeggen dat is het enige wat ik daar dan over te zeggen heb. Gevoeld wel als Vincent Janssen en zelfs ook een klein beetje als ze met middenveld beginnen spelen. Ekkelik kamp. niveauke eronder, maar als die weg is, dan voelde dat het toch, dat de bank op de... dat vlak was. Ik was net zeggen, de bank lijkt iets te zwak momenteel. Ja. Van achter is de bank beter, dus ja. de flanken zijn, hebben ze ook meer opties. Maar aanvallend hebben we geen goeie creativiteit. Is, uh, dus ze hebben wel, en dat moeten ze wel aangeven. Er zit één fantastische ploeg in. En als die speelt en goed in vorm is, ah ja, ja. dan is, is het een terechte kampioen. Ja, ja maar ik, ik, ik vind dat met Union ook in te mad niet bij. Boniface geblesseerd. Steve, uh, Van der Heijden valt uit. Seneline krijgt rood. Een beter scenario was er niet, hè? Nee, 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 zeker niet. Nee, ik, 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 dus, ik, dat is het jammer, vind ik. Het is heel so. jammer, ja. Ik denk, uh, la laten we hopen dat als dit uitkomt, dat dit uh, zo. Dat dit wel, naar de Een positieve achterafklap als dit naar de vuil. Maar amai, dat is wel het geval. Gewone... het scenario was het echt wel zo, oké. Okay. Ja, ja, en ik moet ook zeggen, uh, puur vanuit het sociologisch standpunt of zo, uh, ja, dat het, het wegsfeer gegeven. Ja. Maar dat, dat het blijft toch een ongelooflijk fenomeen als je in zo'n vol stadion zit. Hey, toch hoe vol dat het dan ook kan zijn. Dat moment dat dat viel, zo... De Boswou was toch gekend voor ja, de, de, de zotste ja, ja. supporters. Hey, dat zegt toch iedereen die het kan weten. Maar dat was zelfs voor iedereen toch een moeilijke om, terug in gang, het, want, ja. om het in gang te blazen. Want ik weet dat Union dan, het vak van Union, waar ik dan eigenlijk redelijk dichtbij zit, terug begon te zingen. En normaal gezien is ze dan wel wegblazen. Maar ja, het was even. Uh, ja, ja, maar ik vond ook tijdens de wedstrijd. de angst staat er wel altijd in bij de supporters. Ik vond dat ze niet zo uitbundig waren als altijd. Dus het was die 1-0 bleef toch zo van. Ja, leuk, maar mm. het is een Antwerps gegeven, denk ik toch wel een beetje zo van, toch, ik ja. vond, ik vond niet Je zou denken, oh, die, die zien op stoelen en banken en dan dansen, maar dat, dat, dat gevoel had ik nog niet. Ik denk dat dus je... iedereen had toch een beetje de rem nog op. Uh... Ik denk dat dat misschien wel te verklaren is, maar het is ook maar een mening zoals er velen zijn. Er is geen traditie van ah, ja. veel winnen. Hè. Mm. Dat in, in, hey, wel als Antwerpenaar is er... Hey, der, 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 het is terecht dat mensen wel zeggen. Alles wat uit Antwerpen komt, is zeker zelfs zeker. Maar als het puur over de voetbal gaat, is het uh, ja, is, bij een Ploegelijk Brugge is dat iets anders. Hè? Die, die, hebben ja. een, die hebben een ervaring in winnen en, en dergelijke. Dus misschien is het dat wel. Laten we hopen dat het. Uh, de wake-up call is, laten we vooral hopen dat Janse er nog altijd bij is. Want ja, die, zou, die zou mogelijk in orde komen. Ik denk wel uh, dat ze er alles in spaten. Uh. <laughs> ja, dat <er> bestaat. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Ja. 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 Misschien was het ook niet episch genoeg. Dus een overing op Gent is dan misschien nog episch. Ik weet maar, het was misschien te gemakkelijk voor ons. Ik, weet maar, thuis, ik denk puur voor de faciliteiten thuisfeesten natuurlijk ja. wel leuk. Maar ja, ook de feestdag erna. Hè? Ja. Het ah, <laughs> was een goede beer. Het <laughs> skipt echt... <laughs> wel zo tof. Ja. Nu, ja, okay. um, sowieso, ik vind dat nog altijd wel een heel schoon seizoen. Uh, de teleurstelling zal gigantisch zijn, maar hey, als je dan ziet. Het is wel, hey, in vergelijking met vorig jaar, gevoeld wel. Het moet gewoon gebeuren. Ja, 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 Laten we hopen dat het nu is. Heb jij, heb jij enig idee waarom dat ik er was eigenlijk? Want ik, heb dus, ik had dus geen ticket. En in één keer zie je jij mij. Ik zie nu daar zwaaien. Ik zie, je, oh, hé, hey, hallo. Ja, ik vond dat ik, mocht toch gewoon in dekselen, hè? tuurlijk. ik was dan niet incognito. Nee nee nee, ja, nee, 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 nee. nee, nee, ik, ik, nee, niet, nee. Ik, ik kwam voorbij. Uh, nee, maar aangezien. Dat dat ik zie je hem maar zo wegkraben in die, in die ja. tribune 2 en zo, denk je, oh, wat gaat hem nu Ik dacht even, dat zou wel fantastisch zijn dat jij alleen op tribune 2 ging zitten. Ja, dat Heb ik ook gezegd tegen mijn cameraat, kunnen we hier niet gewoon zitten? Dat Top zou cent. echt wel heel grappig zijn ja. om dan dat scherm zo alleen een klachtje te zien. Ja. Zo. Dat zou briljant geweest zijn. Nee, ik, maar ik had wel de indruk dat je op een niveau hebt binnengelult, <laughs> ja. waardoor dat je toch een beetje backstage wordt. Of zo. Ja, absoluut, absoluut. Dus ik, ik heb de innerlijke Andries Bikkers uh, losgelaten in mij. <laughs> en, uh, ik weet niet of je een keer naar het scorebord hebt gekeken tijdens de wedstrijd, maar ik bediende dus het scorebord die wedstrijd. Hè. Ik was de man. Die een boel deed draaien. Dus dat wil ook zeggen dat jij eigenlijk die 1-1 had kunnen vermeden hebben? Ik had kunnen kiezen om die niet te tonen. Dus jij eigenhandig het titelfeest kapot gemaakt. Nee, toch die 1-1. Dat was ook voor de comments. Nee, ik moest, ik kon niet anders. Hoe had dat geweest dat jij dat niet had gedaan? Ja. Gewoon weigeren. Gewoon Ik denk wel zeggen dat was een van de pijnlijkste muisklikken. Ik vond ook wel dat de 1-. De eerste één er sneller op stond dan de tweede één. Ja, dat is duidelijk. Dus had toch een seconde of drie tussen. Ja, dat is duidelijk. Waarom denk ik dan? Ik ben er dat je er toch staat. Hoe ziet dat eruit? Is dat een computer of is dat archaïs? Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. De Jacoër zit dus tussen. een computer inderdaad. Redelijk oud model nog wel. Dat heb je nog niet vernieuwd, heb ik de indruk. Uh, maar ik zit dan zo uh, links van mij zit dan de, de DJ. Die, de, de gast die in alles inzet. Ja. En rechts van mij zit Vincent Vierens, de, de stadionomroep. Ah, mijn collega bij de radio. Ja. Absoluut. Dus ah, ik, jij zit daar, daar ik is zit daar. Echt letterlijk daar. En dan uh, rechts van mij, weliswaar deurke ernaast, zit dan de, pers, de, de perstribune. Ja. Patje Goots, Peter van den Berg. Wat is dat op de een bovenaan dan? Helemaal ja, van boven? Rechts, ja. rechts meer zeker. Zitten er uh, ik, ik zit dus als je ziet waar jij zat, rechts kijken, helemaal boven. Dus en is dat uw vaste job vanaf nu? Nee, helemaal niet. Ik heb iemand moeten vervangen. Ah. Dus het kon ook niet beter lopen. Een korte samenvatting hoe dat is gelopen. Dus, um, ik wist ik, dat je dat bestond. Dat ik ga, ook dus, niet. Dus dat je wist dat dat de manier was om... Nee, te nee, maken. nee. Want, uh, mega toevallig. dus ik ga, uh, Vorige week kon ik uh, met oud-collega's drinken in de reunie. Um, dat doe je dan. En hoe graag dat je ook denkt dat je zegt, je komt toch heel snel op. En wat doe jij nu in het leven? Hè? Dus, uh, dus we zijn aan het lullen en er zegt iedereen: ja, ik ben nu technieker en dat is heel tof en la la la. Maar in het weekend zijn wij collega's wijzende naar ook een ex-collega. Ik zeg: ah tof, wat doen jullie dan? Wel, wij doen het scorebord op Den Antwerpen en die zegt daar direct bij in dezelfde adem: maar ja, onze paljas daar die kan niet tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Je moest toch no niet trouwen? Nee, uh, familiale omstandigheden. Ik kan niet uh, in detail treden. Maar uh, de ene is een dood, is de andere is een brood. Dus ik denk, ja, daar is een opening. Waar ruimte er allemaal op. Opportunist. Ja. Start een beetje tond. Ja voor zijn tiest al zeker. <laughs> dus ik zeg ja, zeg, als je, nodig iemand nodig. Hebt, uh, ik ben vragende partij en daar is het eigenlijk zo beklonken. Zalig. Dus eigenlijk de gast die uh, om, om het even af te ronden, die gast die doet daar dus het scorebord en al die uh, uh, ledreclames. Ja, ja. en die, die kerel die de, 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 de baas zal ik dan zeggen of de, de hoofdman eh? die is vooral bezig met die reclameborden, maar die je kunt niet in met die reclame, in met dit, in het scorebord. Dus ja, ik heb daar een manneke voor nodig en zo ben ik, heb ik mij er eigenlijk al bij ingehuldigd. doet die die reclameborden bedient? Really? Nee, ja, ja, die moet dat in gang steken, maar geld hè? Snap dus, ja, die ja, moet maar. dat in gang steken, maar ook vooral, vooral die moet daar zijn voor als er iets misloopt. Ik ja. Bedoel, stel jij zijn een sponsor en jij dokt veel en daar is tien seconden je logo niet in beeld, ja, dat gaan die al niet plezant vinden. Nee. Dus die moet dat constant uh, ja, een beetje monitoren, wat in doorgaan. Die, houden. Die, die is een haar wil ook allemaal uit dat dat geen gaas vuur uh, de rechter die reclamebord. Allee, enfin, op de, die bij die, 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 die zware ja, mannen. en dacht fuck. Dus het uh, ja. is allemaal goed gekomen, behalve de nutslag. Uh, nee, maar op die manier... Uh, je Wel je een goed nog... verhaal, Angel. Ja, goed, ja, maar je ja, ziet maar, ja, misschien toch een kleine levensles. Het leven is aan de durvers. En oren open houden om het helemaal af te ronden. Ik heb toch een klein beetje een overwinning binnengehaald, want ik heb een foto met Patje Boom Boom. Patje Boom Boom. Uh, ik zeg hem daar in tweede. Een man die nog minder haar heeft als jij, De, nog minder haar uh, heeft als mij, en ook mogelijk het enigste, uh, het enigste, persoon op deze aarde die wegkomt met dat staartje. Ja. Ik denk niet dat er andere mensen mee wegkomen dan een die. Hanging on for dear life. Dat <laughs> ja, dat is. Dat is <laughs> echt heel hard ontkennen, hè? Dat, dat is gigantisch ontkennen. ontkennen. Dat gaan we met die goal moeten doen. Ja. Misschien. Oh, maar wel een goeie. Ah, tof. Voilà, hier is ze, patje Boemboem. Uh, ja, ik zeg daar mijn uh, goede vriend Koen Frans, uh, journalist, en ik zeg, hey Koen, uh, wil jij eens even een foto pakken van mij en patje? Die doet het dan, en die heeft dat ook nog eens online gezwierd, op GVA blijkbaar. Uh, dus nice. ja, we zien maar. Top. Toffe gast, by the way, de pat. Uh, dat is een dag van opportuniteiten. Ja, 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 ik heb het geleerd van de beste. <laughs> uh, uh... Zeg niks. Binnenlullen is hij, hoor, binnenlullen. Hey. Nu als er mensen zijn die volgend jaar geen abonnement niet meer willen hebben en er nu wel in hebben en die dat aan mij willen uh, overkopen op een of andere manier, dan uh, vragen de partijen. Just saying. Oké, okay, uh, ik zou zeggen die eerste foto. Is dat een leuk momentje? Oei oei. Ja. De uh, Good Old Days. De Good Old Days. Vol ornaat, uh, gewapend met gitaar. Ja. Um, ja mensen kennen u nu nu waarschijnlijk van de podcast en in ja. de radio, maar in een vorig leven word jij ook ja. Muziekartiest? Muzikant? In welke bands ben je allemaal gezeten? Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk... Uh, ik, ik ben eigenlijk, wat ze noemen een punk hardcore kit, Echt subcultuur punk-hardcore in België. Dat is eigenlijk wat mijn eerste groepjes zijn geweest. Dat is ook wel een, deel, een groot deel van mijn leven geweest, denk ik, van uh, heel jongs af aan. Dus punk-hardcore, maar dan natuurlijk niet de... De, de dance hardcore, maar echt uh, de gitaar hardcore. Dus ik heb eigenlijk altijd in dat soort bands gezeten. Achterin volgens waren de illustere namen zoals uh, uh, Strike Three uh, en dan is dat overgegaan in Thumbs Down, wat al een bekendere band was in de zin van die hadden al een platencontract. Want dat moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb wel het geluk gehad dat ik alle bandjes waar ik in gezeten heb, dat ik er altijd een platencontract mee gehad heb. Uh, Thumbs Down The Serp, uh, wat uh, ook al heel tof was in de zin van. Uh, daar spreken we de periode 2004, 2005 tot 2007. Ja, dat was heel groot in België. Het festival als Schroesrok, dat jullie misschien ook nog wel zullen ja. kennen, een paar niet meer. Maar dat was wel fantastisch. Pukkelpap had ook nog een skate stage. En wij waren wel bij de, ja, de grootste bands van het land. Wij toerden ook uh, overal. Dus dat was een fantastische tijd. Je moet pakken ze 5,26. Ja. En uh, Hardcore was toen echt heel groot en je speelde wel elke, elke weekend, wel voor gemakkelijk 300-400 man of zo in kleine jeugdhuisjes. Maar dat is wel zo als er nu gemoscht wordt, wat ik fantastisch vind. Maar nu wordt er gemoscht op, op hip-hop bands, op core, ja. op, op zelfs op ja, alles, alles wordt er gemoscht. Maar eigenlijk toen werd er alleen gemoscht en ja. dat komt eigenlijk vooral van punk hardcore, het de slam -dancer. Dus dat was fantastisch dat je aan het spelen werd. Ja, voor u was dat een slagveld. <laughs> uh, en deze foto is de uh, band. Not is uh, de band ja, die ik samen met Alex had. Ah, ja. um, uh, Diablo Boulevard, maar dat heb ik een tijd gecombineerd met nog een band. Dat was een Nederlandse metalband, Born from Pain. Eigenlijk wel in metal en hardcore. misschien In hardcore zeker de grootste band waar ik ingezeten heb. Dat was een internationaal gezelschap. Daar heb ik echt heel de wereld mee gezien. Maar die in foto... Diablo Boulevard of die Born from Pain? Beiden. Born from Pain was eigenlijk, ik heb dat nog een beetje gecombineerd uh, daarmee samen. Maar dit is, uh, om de gitaar te zien, een uh, Diablo-optreden. Ja, goede tijden he fantastisch ja ik zeg het, ik heb twintig jaar op het podium gestaan en dan ineens niet meer ja maar uh, je was altijd gitarist geweest, of? Ja, ja bas en gitaar maar bas hoofdzakelijk en ja. gitarist ja en, okay. en wat was uw want je hebt verschillende uh, groepjes gehad wat was uw rol was dat soms ook songwriter of, of was dat altijd songwriter of was dat enkel gitaar of... maar de, de laatste sorry de, uh, nee? met Diablo Boulevard weet ik dat je ook songs schreef ja. ik heb eigenlijk meestal met uitzondering van de Nederlandse band Born for Pain waar ik eigenlijk niks voor geschreven heb uh, heb ik bijna in, in al mijn andere bands bijna quasi alles geschreven. Oh, ja. En word jij dan ook de instigator om die groep op te richten? Ze zijn altijd wel een beetje een ja, regelaar-leider of zo geweest. Uh -huh. uh, niet per se op podium. Eigenlijk in de spotlight staan is iets dat ik vreemd genoeg, uh, hoewel dat ik echt ja ettelijke duizenden keren want ik stond echt al als kind ik ben echt een uh, muziekacademiekind. kind dus ik heb ook als kind in orkesten en zo gestaan dus ik heb heel veel op het podium gestaan maar het is eigenlijk pas de laatste jaren dat ik eigenlijk ook wel een beetje zo af en toe ook spotlight pakte want in mijn band was ik meestal wel degene die rechts van achter stond terwijl dat je eigenlijk ja. wel quasi alles schreef uh, maar dat heb ik ook nooit erg gevonden uh, maar ja. ja dat zijn vooral wat daar vooral fantastisch aan was en dat zullen jullie zeker ook wel kennen en ik denk heel veel mensen die luisteren nu met on... wat was zo fantastisch aan online en dat is ook waarom dat podcast nadien zo omarmd heb, omdat men dat eigenlijk altijd heeft teruggebracht naar da. En dat is, je hebt een idee en je begint er gewoon aan. Mm. En vroeger en dat klink ik echt like een oude mens, maar muziek was eigenlijk onbereikbaar. Platencontracten werden we alleen gegeven aan, 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 aan grote artiesten, aan popartiesten, grote rap-acts. Ja. Maar wat we konden we met punk en hardcore, doen? Je moest niet keihoesen gaat ja, ja, ja. een subcultuur, je had een scene. Je kon letterlijk het busje inkruipen ja. en je kon door oost duitsland rijden. En weet je wat, er stonden ook honderd man. En je ja. kende die niet, en die braken het kot af. En dat is iets dat ik enorm door getriggerd ben geweest, die Punk Spirit, dat do it yourself. En daar heb ik eigenlijk in alles wat ik doe, probeer ik dat er een beetje in te krijgen. Dus ik word ook altijd goed gezien dat ik dat zie. Was dat toen ook een nieuwe stijl? Of begon dat al lang? Nee, Punk is eigenlijk iets uit de jaren 80 uh, en zelfs de jaren 70 al begonnen is. Maar het is wel, zo, het, het is wel zeker in België dat een aantal uh, dingen gehad pas Want België is echt een, een lange tijd een van de coolste landen ter wereld geweest. Wat de punk hardcore scene betreft. Uh, bands als een deadstop, bijvoorbeeld, Justice. Dat waren echt bands die echt in de States uh, grote dingen konden doen. Um, en dat was gewoon. Ja, wij waren ook een van die bands die echt ook heel goed bezig waren. Um, en dat, ja, dat, dat ging meer over die community. En je zult dat, mm. dat misschien met andere dingen hebben. En subculturen, dat is, dat is iets fantastisch. Ja, dat... En dat is cool als dat al in uw stad is, maar als dat iets is dat ook internationaal wordt. Ik ben echt letterlijk ja, op heel veel plaatsen in de wereld geweest waar ik anders nooit had geweest. Ja. Ik, bedoel, ik, ik zal eerlijk zijn, ik ken beter mijn weg in Sofia dan dat ik hem in Mechelen ken. Ik, en dat zie ik niet om een ozel ja. te doen, maar ik heb Servië gedaan, ik heb Macedonië gedaan, ik, ik ben met een auto in Istanbul doorgereden. Tot van Finland, Noorwegen, nee. tot in de States. Alles liggen doen. En dat kun je eigenlijk alleen doen met subcultuurmuziek. Ja, ja. Want als je dat moet doen op het niveau van een popartist, ja, dan, dan ben ik wereldberoemd. Ja, aan, ja, ja. Hé, dat zie je. je, 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 je ziet dat ook aan de, aan de Vlaamse of de Belgische popartisten. Welke hebben daar een internationale carrière? Nee. Heel weinig. Dat is bijna niet te doen. Lukte wel in punk en hardcore. Nee, ja, ja, ja. En met Diablo was, dan anders, was dat dan meer metal. en dat was dan nog ietsje groter. Dan hebben we echt een internationaal deal gehad. Uh, en daar hebben we echt wel, uh, allee, dat, dat is wel het zotste wat we ooit hebben meegemaakt, omdat je dan een internationaal deal voor kreeg. Wat nog een verschil is. Ja, ja. Wat is het werk, een internationaal deal krijgen? Is dat iemand die belt? Uh, Doe Andries Beckers, je uh, want international deal? Or, uh... ah, wel, het is, uh, het, los van het uh, shady accent ja. komt het er wel een beetje op neer eigenlijk. Het is wel zoals je denkt dat het is. Um, ja. Ik heb het één keer mogen meemaken, ja, voor alle duidelijkheid, de carrière is niet helemaal gelukt. Want anders had het uiteraard geweten, had ik het niet moeten uitleggen. Maar Diablo Boulevard was een band dat het in België heel goed deed. Um, in het begin was er natuurlijk ook wel omdat Alex erin zat, maar dat waren we heel snel passeerd, dat ook, want dat voelde ook. Ja, op een gegeven moment zijn ze er gewoon goed. En wij zaten ook op Sony. Je gaat dan een mee. Eerst PS Sony. Dus je zit al op de grote labels. En wij verkochten ook goed. En uh, eigenlijk het grootste metal-label ter wereld toen toch was Nuclear Blast, waar echt dingen op zitten als. Die galop misschien zelfs wat Slayer en zo. Zit er ook wel op een van die dingen. En die uh, wilden het tekenen. En toen zijn er ook andere labels. Uh, Sony Music, Internationale wilden het tekenen. Century Media. Dus dat waren echt de drie grootste labels die achter ons zaten. En dat was wel heel cool. Want ik denk niet dat ik dat eigenlijk al iets ergens verteld heb. Aha. Ja. Dat, is, uh, dat is wat ze zo in het Engels noemen. Wine and Dine. Zo eigenlijk het hof gemaakt werd ja, ja, door, ja, ja. door platenfirma's. Plate firma's. En dat is wel grappig. Want dat is wel een klein beetje zoals je. Hoopt dat dat is. En dat is letterlijk, komaf. af. Uh, Super fancy Gewoon eten in chique restaurants. Uh, is dat dan op het buitenland? Dat was het buitenland. Dat ah, ja. ja, was allemaal in het buitenland. En dat is wel grappig, want je, je zit daar dan. En ja, dat is, uh, dat is altijd leuk om complimenten te krijgen, maar dan krijg je er echt enorm veel. Yeah. En dan zeggen ze wat ze met u van plan zijn. En ik weet nog dat we toen, zeker bij Nuclear Blast, binnenkwamen, en die hadden. Uh, dus in metal. Ja. Iedereen van de band was er dan bij? Nee, dat was geen en Alex, wij deden dat alleen. Ah, wij waren okay. toen met twee. Nu had er rest daar niet mocht toe, maar we waren wel zo'n beetje de, 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 de stuwende krachten. We wij gingen er zitten en je komt eigenlijk al letterlijk in een, in een ruimte. Ja, dat was een gigantisch, gigantisch uh, bois was dat. En dat was een heel zaal vol, dat moesten we dan wachten. En dat ging vol met gouden platen, platina, platen. Bands, als je niet in metal is, zal u dat niet heel veel zeggen, maar er zit misschien dat je wel dingen als Sabaton kent of ja. Nightwish of, of uh, ja, Slayer, Allee, ik bedoel echt ja, wel ja. grote dingen. En ook die, er stond ook een release schedule, stond er ook al bij, die week komt die plaat het, en dat waren ook echt allemaal van de grootste acts dat je ja. kende van in de boekjes, van ja. op tv. En dat weet ik wel dat wij toen Alexina na, wat trouwens wel wat gewoon is, en dat was in die periode, had hij toch al zijn eerste run sportpaleizen gedaan, maar ik weet dat hij toen ook wel keek van Fuck, dit is het. En dan hebben we echt gesprekken gehad, en dan kregen we eigenlijk een soort plan. Want dan hebben we echt een plan uh -huh. voor u, dat gaan we doen. En uh, ja, dat kwam er eigenlijk op neer van dat dat heel groot moest worden. Ja. Omdat Alex zong ook toegankelijk en je had een band. Je had een aantal bands in het genre die, waar ze van merkten: van, ja, dat, dat kan het zijn. En dan krijg je een soort traject. En dat traject is heel indrukwekkend, maar dat is echt stappen en fases dat je moet doen. Want het, het coolen is ook wel, oh ja, denk ervan dat je het bezie. Die eerste fases van een internationaal traject, dat wordt geforceerd. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je. Uh, je hebt eigenlijk nog geen nummer in het buitenland uit, hmm? maar je zomer steekt al vol met alle grote festivals. Dus dat ah, ja. is ook hier. Dus dat, een soort druk dan wel, dat we Ja, maar datzelfde, als je hier bijvoorbeeld als je naar een festival gaat, dat maakt niet uitwagen, uh, bijvoorbeeld Een festival of je gaat naar pukkelpop. Ja. Of je gaat, zeker, en dat maakt niet uit welk genres. Dus je gaat soms nog iets zien dat je denkt: ik ken dat niet. Ja. Een internationale band, en je kent ja, dat. Amerikaanse ja, ja. band, dat zal wel. Ja. Dat is allemaal daar. net hetzelfde. Dus je wordt gewoon geplaatst, dat zijn gewoon de grote boekers. Want je hebt onmiddellijk een grote boeker. Ja. Dat is letterlijk, je, je, je komt eraan in. in uh, je vertrekt met een Ford Focus <laughs> en je redt verder in een Mercedes. Ja. Dat is eigenlijk wat het is. Alles is bigger. En dat is wel indrukwekkend, want je speelt dus een hele zomer lang de grootste dingen waar je van gedroomd hebt. Alle internationale grote festivals. Alleen, en dat is voor mensen dat het wel interesseert, is dan de bedoeling dat je dan op je eigen terug naar die landen. Dus voor ons ah, ja. was Duitsland, hey, wij hebben heel veel in Duitsland gedaan. En dan boeken ze voor u een, 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 een tour dat je zelf moet headlinen. Okay. En dan wordt eigenlijk een beetje, komt de afrekening. Maar dan gaan ze zien, ja, zeg jij eigenlijk, kun jij trekken op je eigen? Ja. Want op festivals. Ja, ja. En geld Je, ja, toont, is, ik kan, ja, je kunt wel eens YouTube-dingen ja. zien, waar hebben we alles plat gespeeld. Ja, ja. Maar dat deed ik al dan ook. Ja. Als je nog iets gaat zien, en dat zien Amerikanen die doen een beetje zo. Ja, dat, dat is toch volk. Makkelijk publiek, publiek. Maar dan, dan komt, die, ja. komt die een act. Een half jaar later op een clubtour En dan wordt er gezien. Ah, Bulder, ja. Bulder, Bulder, ja. Hoe goed waren ze? Ja. Hè? En dan, ik, allez, keeping it real, dat is toch wel altijd doen, hebben we wel gemerkt <laughs> dat het. Uh, op bepaalde plaatsen echt wel gelukt is, op een aantal plaatsen niet. Hè. Mm -hmm. En dan voelde ook wel de eerste platen wij enorm veel promo gaten, heel veel geld ingestoken. Mm -hmm. En ik heb dat vooral ook geleerd wat, hoe klein dat België is. Ja. Hè, om, om een idee te geven, uh, pff, met wat wij in Duitsland verkochten bijvoorbeeld, was te weinig. Hadden in België een gouden plaat gehad. Ja. Zo ja. daar. Ja, ja. Dus, je voelt dat ook, die zijn ook niet geïnteresseerd in die markt. Dat gaat echt over een. een uh... Dus dat heeft mij wel ook geleerd. Bijvoorbeeld, als je soms Belgische acts hoort vertellen over het buitenland. Ik heb dat ook gezien in een podcast bij ons gezegd. Dat, en dat is wel een, daar heb ik toen wel veel berichten op gehad. Maar ik, ik blijf er nog altijd wel achter staan. Als een act, wat een act ook is. In welk genre ook is, als ze op tour zijn, ze komen van ons en je ziet alleen foto's. Zwart-wit, arty farty foto's van op straat. Dat stond ontwachten wachten voor een club of in de metro, zo ontzien zijn, Was het niet, geen dan top. is er geen volk geweest. Nee. Want geloof me vrij, als je in het buitenland bent en er staat echt een volle zaal, dan posten die een foto altijd geluk, en overal. Geluk, geluk. En ik zal eerlijk zijn, wij hadden ook echt momenten dat het zo'n eh, zwart-wit-fotografie zwart, ja. in Engeland was. Door uh, ja. zo'n een of ander uh, ja, uh, grauwe steeksken of zo. We weten dat dan op voorhand dat er veel volle zijn of niet? Weet ja, dan, je weet ja. dat wel, je gaat dat redelijk snel door. Maar je blijft natuurlijk investeren. En je hebt natuurlijk ook, hebben ook fantastische dingen gedaan. Hè, we hebben wel echt landen gehad waar het wel lukte. Komt uh, er eens een paar op? Waar we um, we? Hit. Ja, of fact, echt he? Hits hebben we niet echt nee, nee, gehad nee, buiten, want dan had het wel anders. Maar in Duitsland hebben we wel op plekken het echt wel goed gedaan. Uh, Engeland was traditioneel heel moeilijk. Ah, ja. Engeland is altijd een moeilijk land voor een, voor een, voor een, voor een uh, Iemand van het vaste land. Ja, ja, altijd. Uh, ja, pff -pff -Pf -Pf Nederland ook niet echt. Nederland is ook niet altijd. Duitsland was een beetje de... dus Duitsland lukte eigenlijk het beste, Zwitserland, zo die dingen. Dat ging wel. Maar je voelde ook wel van, ja, er steken enorm veel geld in nu. Want ik ken ook uh -hmm. de royalty statements, dat ze ook lachen, hè? zo de typische dingen van. Wat gewoon weer verdienen. Ja. En dan voelde je dat je echt al een schuldenberg hebt van de promo. Dat Oeh, ze erin zitten. Ja, dus en die moet je eigenlijk berg, wegspelen. Ja, berg, ja. Want ik heb ook een groot voorschot. We gingen ook platen opnemen op duur. Met mensen die zo dingen als slipnot en zo mixten. Want ons platen ook, klonk ook echt goed. Dus dat was wel de big league. Nee, ja. Maar ik zeg altijd: om het dan toch in voetbal te houden. We hebben een, want dat is een fantastische run geweest. Daar kan ik een hele podcast over vullen. Wat we allemaal wel gedaan hebben. We hebben voorprogramma's gedaan. van al onze helden. We hebben de grootste festivals gespeeld. Uh, Nummer 3 gaat in Ultratop in België. Wat je nooit wel straf we ons plaats kwam op drie binnen. Dus dat uh, was wel indrukwekkend. Maar, ik heb altijd gezegd, we waren een beetje. Ik zal het. Uh, ik zal Racing in genk zeggen. Uh, ik zal het Union het, zeggen. He, Brugge, uh, bezoek, ik zal he. zeggen wat ik zal zeggen. Uh, maar dan wel in de Champions League terechtkomen. Ja, en ja, ja. ineens toch wel zo. Fuck. Uh, ja, Neymar loopt hier ook rond. Ja, ja, ja. En dat deden we wel. En daarom dat veel Belgische acts. Ook vaak stranden. Ja. Omdat het natuurlijk het is een kleine markt maar je mag nooit vergeten. Als je naar hip-hop zou doen, dus de beste hip acts, wat denkt er dat ze in Duitsland geen hip acts hebben? Denk dat, ja, dat ze in Frankrijk. Ja, ja. Daar, dus je, je komt op een groter speelveld. Kijk, leuk. Maar het is ook strenger. De kwaliteit het is dan. Uh, maar ja. uh, ik zou het nooit. Allez, ik ben zo blij dat ik het heb meegemaakt. Het is een levensles geweest. En dat zijn ervaringen en foto's. Dat ik uh, als ik dan... ben op plekken geweest waar ik nooit gedacht had dat ik ging komen. Ja, want je, van alles had er maar het is dan toch. Zo niet, zoals is net niet, ja. maar wellicht wat ligt dan is dat puur de, de muziek dat je gebracht of is dat niet goed genoeg, niet goed genoeg, Charlotte nee. Charles de Ketelaar zou ook wel een goede shotter zijn zeker, ja, maar even moeilijk. Net, bij Milan. Maar, ja, maar, ja, is Charles de Ketelaar een loser? Denk ik niet hè. Nee. Absoluut niet Iedereen he. van Bruggen zeker. is een beetje een loser, maar ik snap ja, de, wat je bedoelt. Ja. denk dat Milan belt naar u de gewonnen hè denk ik dat een groot label belt, het is alleen dan. Wat ze eigenlijk dan zeggen, want, pas, want er zijn een ja. aantal, ik zal ze lab name droppen, de Abortus, uh, Amon Brutussen en zo. Dat zijn bands die het echt in het buitenland wel doen. En die wij ook kennen natuurlijk. En dat is het ook zo. Het begint eigenlijk pas dan. Ja, ja, ja. En dan, maar je ge voelt gewoon, ja, er zijn een aantal bands. En ge, 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 het is al een eer dat je dat meegegeven wordt, maar je wilt winnen. En ik voelde wel van, ja, dat die next level was moeilijk. En je ja. het daar moeilijk mee gehad om die reality check uh, te aanvaarden? Goeie, eh, vraag. Uh, goeie vraag. Dankjewel. Goede vraag. ik zal zeggen, Lekker, Alex, maar... Alex, en jij, kennen jullie nu een beetje amateurpennarden te Er is wel wat ego en wat trots uh, die wij aan de dag uh, liggen, maar ik zou. Je wilt winnen, hè? Ja. Je wilt altijd winnen, hè? Of maar toch dat... winnen, of toch zeker meespelen. Ja, maar en dat hebben is... we gedaan. Meespelen hebben we gedaan. Dat hè? vinden we. Ja, wel. Okay. Ja, ja, meespelen hebben we gedaan. Oké. Okay. Ja, op. Allee, ook... ik, 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 ik dat is... Moet je niet meespelen, zo even toch ook? Zoals gezegd, in de tweede keer dan, ik zo, ah oh ja cool, we trekken nog wat volk, maar we zijn nog altijd niet de, de, de grootste ja je, 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 of ben ik ik nu weer nee, heel te je, het streng. nee je, zegt, je het gewoon uh, als je een internationaal parcours aflegt dan heb je eigenlijk verschillende hubs en mm -hmm. sommige uh, hey, bijvoorbeeld wat je altijd wel in België Allee, ik bedoel je zit nog altijd wel in België trekt hey, ik bedoel je speelt nog een tricks en je doet een AB en dergelijke. Ja, ja. dus je, het is niet, je, je speelt veel goede dingen maar je voelt dat sommige markten niet lukken en je voelt dat dat internationaal vooral dan komt je tweede, pla je tweede plaat dan op die en deal mm -hmm. en dan voel je al dat je al minder budget krijgt ja, ja, ja. He, dat is, maar dat zijn alle clichés van de, de platenindustrie. Er is ook niks oneerlijk aan dus je voelt de bui wel wat hangen. Uh, en geprobeerd en geprobeerd. Ja, was dat moeilijk? Um... Ik zal het dus vragen, misschien welk gevoel of heerst dat je er nog terugkijkt? Van yes, we hebben dat toch wel meegemaakt, of van godvertoen, we hebben het toch net niet gehaald? Sabrina zegt altijd: is altijd boos op mij. Die zegt altijd dat ik er niet genoeg van genoten heb. Zij zegt mm. dat ik er soms te wrang over ben. En uh, dat ik er soms ook te kritisch over ben. Mensen vinden het ook leuk als ik die verhalen zeg wat er niet gelukt is, omdat ik dat ook mm -hmm. eerlijk wil zeggen. Maar ik je kan je er eigenlijk ook over blazen en dan is het ook niet gelogen. En ik ben dan ja. wel iemand dat dan eerder het eerder interessanter vindt om te zeggen wat er niet gelukt is dan wel. Misschien ja, had ik er meer van moeten genieten. Ik, ik, ik ben niet iemand dat ik kijk zelden achteruit Ik doe dat niet graag. Ik ben altijd, ik ben in, ik wil altijd naar voren mm -hmm. en ik wil altijd daar en daar mm -hmm. hebben. Uh, maar dat heb ik bijvoorbeeld nu wel geleerd. Ik zal zo zeggen: als het me één ding geleerd heeft, is, is het wel om meer te genieten. Enjoy the moment. Ja, en dat zal ik ook bijvoorbeeld tegen Ollo zeggen. Ja, ja, zo van, dat heb dat, jij ook uh, effectief al gezegd. Heb ik al gezegd tegen nu. Omdat ik, ik heb dat ook heb gedaan. En ik heb soms wel dat ik dacht: uh, ja, dat je uh, dingen ontdoen. Ze, als je als je veertien jaar wordt en je zat op, ik zat op mijn kamertje te doen, dat kon alleen maar als, van droom, hè, ja. en nu was ja, ik, ja, ja. ik ik was op een bepaald moment zat ik letterlijk en dat kan ik hier wel zeggen of zo speelde een vijfde keer uh, pukkelpop of zo hè, wat al, of een vijfde keer graspop wat voor bands als ons ja en bijna elk Belgisch bandje was dat. het ik speelde dat voor de vijfde keer en het enige wat je over aan het zeuren is is dat je eigenlijk niet hoog genoeg staat ja, ja, maar dat en dan wel. voelde van ja dat is uh, je wilde altijd meer ja, wat is ja, dat? Wat is, ja, ik ik, ik vraag me soms ook af wat dat gevoel is. Want je stond dan inderdaad ergens, of, of, of hey, op een podium in ieder geval. En dan denkt je van, blablabla, hey, bla, bla, negatief over whatever. Maar op dat moment zijn er misschien wel zoveel mensen jaloers op u. Die oh, man stond daar en jij zit te denken, ik stond hier mor. Ja. En dat is toch zo voortsmaken, je kunt zo niet... Ik, 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 dat is zeer herkenbaar. Dat is uh, zeer herkenbaar. Maar dat is, ook zo, er is ook, uh, dat, dat is ook moeilijk te snappen voor mensen als je dat niet doet, maar in bands zeker die periode nu de online acts en nu zo, maar toen was eigenlijk een bandje ja, er was geen echt internet ding of zo, nee, dat was er nee. niet. Dus ja, wat je had was gespeeld je, je speelde bijvoorbeeld een Belgische date en die deden dan, ja, dat zat dan vol. Je speelt dat kapot, dan pakte de ferry naar Engeland en je zat in. Uh, in, in shitholes, like ja. Hull and Hartlepool, and ja, en Hartlepool en Peterborough. En Doncaster. En uh, whatever allemaal. Ja, ja, ja. En je komt daar aan en je, je krijgt geen geld en er is geen eten. Ja, ja, ja. En er staat 14 man. En, en, er is een, en in de eerste tour zag je dat toe. Want ik heb, dat, ik heb Engeland echt tientallen keren getoerst. in het begin is het allemaal leuk en dan wordt dat tof. Maar hoe ouder dat je wordt, wordt dat ook zo van: ja, wat ja, ja. zijn we hier eigenlijk om toe? Ja, ja. En dat is iets dat heel veel muzikanten krijgen. En daarom dat, dat ook zo. Uh, dat zou ik altijd vaak zeggen dat muzikanten vaak zag. Uh, en dat is ook zo omdat je ja, dat is ook een spreidstand hè. Ik bedoel je het letterlijk ik bedoel geland ook al je ook op het podium staan maar er is eigenlijk niks cooler dan op het podium staan. Hm. ergens op staan en een hele zaal zien die, die uit het zijn dak gaat. Ik ben ik zal niet van allez, ik vind het altijd een beetje een, een, een woord zo en, geprivilegeerd en dankbaar. Ik vind het altijd zo van die bond zonder naamtermen. termen, maar ik moet ook eerlijk zeggen. Ik vind er ook echt dankbaar voor. Ik heb ja, echt ik heb mainstages gedaan. Ik heb, ja, ja. heb 25.000 man voor mijn neus gezien. Meerdere keren zien San, die het afbraken in binnen- en buitenland. Ja, dat, is, dat kunnen er niet veel zeggen. Dus ik ben er ook heel blij om. Je weet wat het is. Die ogen hebben dat gezien. Ja. Maar je voelt ook, die lat wordt altijd maar hoger en hoger. En op den duur begint ook je gezin wat te missen. Want het is wel, ja, het is, het is een hard leven. En je verdient er eigenlijk niet heel veel geld mee. Dat is toch vreemd eigenlijk? Dat is ook weer zo'n perceptie dat mensen hebben: van, ja, die, die mannen die zijn echt, oh, die op dat podium, die zijn sowieso binnen. Ja. Nee, dat is niet. Hè. Nee, dat, dat is, is uh, dus, blijkbaar niet. solo artiest is wel de raad die ik u kan geven. Ah, ja. Ja. Go solo, okay. people, go solo. Oké, okay, dankjewel. Ik ga ja, okay. afscheid nemen van jou. Maar, <laughs> ja. ben, uh, ik... maar met twee is al beter. twee is al beter. Mooi, dat is mooi maar, in de Wanneer je dan gezegd van, het is genoeg geweest? Wat, wat was het kantelmoment dat je zo tijd van witte was? Ik had een cheesy moment dat ook komen. Dat mag. De geboorte van ons John, de dochter, wel. Ah, ja. 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 Klischee, maar het was wel. Ik voelde het. Want cliché, wij zaten echt man. op grote toer. Ik, ik zal zeggen. Uh, ik kon wel termen zeggen, vooral wat dat misschien minder zeggen. Maar elke metal, zo'n machine, wel echt een grote. is een headliner op Graspop. Een band waar ik ook mee zijn opgegroeid. Echt de gespeelde zalen van 3000 man en zo. dus toch al mm -hmm. redelijk. Ja, mee op tour En, en eigenlijk is dat waar je voor gewerkt hebt dan. Hè. Echt zon een zonneband op toer. En dan. Ja, dan, ja, dat begon moeilijker te worden om afscheid te nemen. En, en, en zeker omdat je dan voelde van oei, ga het lukken of niet? En je ja. kreeg die signalen van verdomme. We gaan niet die Net volle we gaan stap niet, niet terugkomen. En, en nu zie ik bijvoorbeeld heel veel acts. Hè? Bij ons op de podcast komen er ook veel muzikanten. En die je voelt dat er de nieuwe generatie, en dat zijn dan natuurlijk soms ook hip-hop-acts, die een droom van dat buitenland, je voelt dat dat. dat bij veel mensen minder is. Ja, ja. Terwijl mijn generatie was altijd Amerika! Ja. Amerika, dan moeten we het maken. Ja. Je voelt nu ook, ik voel dat bij acteurs, actrices, hip-hop acts, nee, nee, laten we het gewoon hier afmaken. Ja, ja. En we zien wel. En dat is misschien een gezondere manier ja, je hebt minder verhalen wel, dat kan ik wel ja, zeggen. Sowieso. Je hebt wel minder verhalen te vertellen. Ja, wanneer hadden dan wel tevreden geweest, maar deden dan gemist en je zegt van, ik zou hem maar zeggen, uh, hey, je bent een voetballer en je hebt altijd Europa League gespeeld en dat hebt heel duidelijk. Ik had graag Champions League willen spelen. Maar hey, dus jij hebt op grote plaatsen gestaan, 25.000 man voor je neus. Maar wat is dan zo hetgeen dat je zegt, wat was uw doel, op welk podium had je moeten staan om te zeggen, nee, maar is, ja, is het, nu wel? Is het niet gewoon dat je altijd 25.000 mensen. Dat, dat is het zeker ook. Dat je niet verder zo. Het is ook de, de de, ook daar ja, ik vond ook eerlijk. Um... als jij nu sorry als eh? jij nu tien jaar of vijftien jaar geleden, toen had je nog niet die een deal had en bla, bla en z nu hier, hier is een papier schrijf dus je drie plaatsen op waar je zeker wilt op het podium staan. Heb je die gedaan of niet? Allemaal. Ah, voilà. Meerdere keren. Ah, voilà. Ja, maar Dan, dat, dan, dat wat... dan vind je dat bizar dat je zegt. Ja, ik weet het niet. Ik ben ja, toch niet is... tevreden. Ja, dus dat, dat is toch bizar? Dat is bizar, maar ik denk dat het herkenbaar is voor veel mensen die, die iets maken: dat je altijd een beetje meer wilt. Het is een beetje die onrust nodig, maar het geeft ook ja, geeft ja, anders... die, die constanten nodig. Je hebt dat altijd ja. nodig. Maar ik geef wel toe, met... en dat, dat is ook wel zo, uh, wat ik ook met podcasten heb gemerkt: eigenlijk het, ik, ik heb de, ik heb de bands nodig gehad om de verhalen te hebben. En de podcast om ze te kunnen vertellen. Ja, oh my, mooi en, mooi mooi. En um, dat is wel. Ja, Daar begin ik eigenlijk met ouder te worden, terug wel te appreciëren. Ja. Maar ik bijvoorbeeld ook corona ook niet onderschatten voor acts en zo. Wij zijn net ervoor gestopt, ah, ja. hè, bijvoorbeeld. En, uh, en ik weet, we, we zijn toen geëindigd in een Voln AB, wat eigenlijk van een rockband al van het, ja, ja. het mooiste is dat je kunt doen. Prachtig. En toen heb ik wel echt genoten. Heb ik wel echt gedacht van Alright. Dit, dit was het. Dat het is schoon. Ik kon het afsluiten. Ik kon ik het afsluiten. afsluiten. En dacht ik al van. ja At least we, we, we did it. Hè. We tried oh. it and we did it. Maar ik denk dat je eigenlijk nooit tevreden gaat zijn. Uh, en er is zo'n geweldige documentaire. Waarin, bij ons in de podcast zijn we er altijd over bezig. De Metallica documentaire. Some Kind of Monster. Dat gaat ook eigenlijk over Metallica. Een van de grootste bands to court ter mm. wereld. En eigenlijk is dat tweeënhalf uur geklaag in de ja, ja. zaag. Ik denk dat het des mensen is. En zeker voor mensen die iets willen maken. Om altijd te zeuren of zo. Ja, ja, maar dat is zo. Want als je dat te willen dan... eigenlijk is. Het. Ja, meer te. Ja, en wordt dat ook. Te snel gewoon of zo. Ik zal nu maar zeggen: je maakt een video in ons geval dan, je maakt een video in die een heeft 200.000 kijkers. Dan denk je, ah oh ja, tof. Maar dat het dan de volgende video heeft dan maar tussen haakjes. 40.000, dan begin je al te panikeren. Oei, wat is dat? Is dat ja. niet verkeerd of wat? Dat kan toch niet? Nee, nee, maar je hebt dan eigenlijk veel te weinig genoten van die goede video. En nu beginnen... Allee, ik spreek voor mezelf. Ik merk al mijn eigen dat je snel panikeert. Zo so, van, fuck. We, we, ik heb het niet meer. Ze willen me niet meer zien. Het is dat. Het is dat. En dan, je, zo... je wilt gewoon altijd die, je wilt altijd op, die bevestiging. Is dat, en dat is dan? zo die, die, die constante honger op die bevestiging. En, en dat, dan, is dat is eigenlijk zielig, ergens, ja, vind ik. En da, van, uh... Dat is heel zielig. En dat komt eigenlijk, en dat is wel goed dat je dat opbrengt, want wat eigenlijk, weet je wat eigenlijk de beste remedie is. Is eigenlijk spelen. Toeren of shows maken. Wat dat je ook doet of dat je dat doet, of, of wat je speelt. Want het is wel zo, als je on the en wat ik heel veel gedaan heb, bij 20 jaar echt een groot deel van mijn leven geweest is, dan laten ook al de zorgen van België achter. Mm -hmm. En dat zijn niet alleen, zorgen, je persoonlijke zorgen, maar ook bijvoorbeeld slechte kritiek, ja. online of gezeik. Of zo. Dat bestaan niet in het buitenland. Gewicht nee, dus, is het al plezant. is altijd. Plezant, je is altijd plezant, en ook als gewicht zijn, dan trekt je ook al veel dingen op. De twijfel is vooral tussen plaat. Als je een plaat wilt maken, zeg, ja. en gaan ze ons nog wel dit en gaan ze nog dit of. Je moet media doen en dat oh, was precies minder interviews deze keer en, ja, en dan natuurlijk platen gaan op beneden. Oh, bla, bla 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 en je hebt managers en je hebt platenbaas. en, en dan zie je dat ja, maar het mm. komt goed en dit en dat en eigenlijk denkte je, je wilt op een podium staan mm. en muziek maken en dat is ook iets. De de fun. Hoe groter dat je wordt, hoe het zakelijke begint ook soms wat de fun te. Ja, ja tuurlijk. En wij zaten tuurlijk. ook met Diablo. En... wordt meer werk. Wel, met Diablo zaten wij ook wel op het punt dat je, zo... je hebt de structuur van een grote band, maar je zegt in een grote band. Mm. En dat is waar heel veel acts rap in zitten, in alle genres. Je hebt, je hebt een sprong gemaakt, alles moet in orde zijn, en dan is het ineens zo. Eigenlijk willen wij gewoon. Ja, ja, ja. dat is de basis. Spelen, hè? Hè? Spelen. Maar dat gaat dan niet meer, want je zit dan mee. Ja, maar ga, in die, in die locatie. Dat is ja. al eens gespeeld en dan komen ze niet meer. En eigenlijk denk je... Maar zijn dat er ook mensen die dan vooral beslissen van uh, nee, de optreden dan niet gaan doen ofzo? Of... Ja, dat ge, je komt wel op een punt dat, dat er toch een aantal Helemaal dingen. vooral alle beslissen Allee. voor beslissen worden. En dat begint je dan wel tegenaf te zetten, want dat zijn letterlijk. Muziek in een band zitten, de, de, de muziek is één groot cliché. Hè. Alles, wat je, alles wat je van rockfilms of zo ziet, het is uitvergroot, maar het ja, ziet er wel. Je ja. hebt altijd een beetje de, de, de platenbas waar je, je denkt: wat zegt die nou? Je ja. zit, zit af en toe wel eens in, in een fotoshoot dat je denkt: wat zeg ik hier aan toe? ben ik, ik niet. Ja, ja, ja. Um, je, 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 je hebt altijd wel de gast: een nou gaat het gebeuren en het gebeurt niet. <laughs> Spinal tap, dat soort toestanden, maar dat is. Uiteraard ook heerlijk. En nu, als je dat allemaal uh, terugdenkt, ja, is dat ook wel wat de charme of zo. Dus, heerlijk. Ja. Maar het, ja. was, het was goed. En dat was dan, en dat laatste misschien ook wel wat ik erover kan zeggen. Uh, it's a young man's game. Ja. En. Ja, maar dat, is, dat is bij veel dingen. Hè? Ja, en je bepaalde hun werkte. En als je op de naam en, en en Sabrina zei eigenlijk heel goed: we hadden eigenlijk voor dat we onze laatste show deden, hadden we nog een try-out gedaan. In, uh, in de rots, wat zo'n metalcafé was in de Catelijne vist Nu is dat er niet meer, maar toen was dat er. En, die, en geen kwaad woord erover. Hè. We mochten er altijd try-outen en zo. Maar ja, wat doet het dan? Dan stonden er zo, een beetje in een outfit, alsof dat je op een podium, een groot podium, gaat staan. Maar dat is natuurlijk geen groot podium, want dat is een café. Dus je kunt ja. er eigenlijk al met je megalomane act, kunnen eigenlijk <laughs> al niet ja. op gaan staan. Dus je stond er ook zo wat half er afvallend. Ook, ja, je, zit ook geen, je, je zit ook allemaal 15 kilo zwaarder. Dus dat, dat cool pak, als er geen goede lichten op zitten. Dan begint ja, ja. dat ook al wat. Ja, wat, shade is, wat shade te ja. zien. En ja, dan kregen je dat moment. En dat is achteraf ook wel gezegd zo. En de NAB was nog cool. Dat was fantastisch, zei ze. Maar toen ik het zo daar zag, dacht ik wel. Het is goed geweest. Het is goed geweest. <laughs> het is niet uh, ja, ja, ja. charming anymore. Nee, dus nee, ik nee. denk dat we op tijd zijn gestopt. We hebben de eer onszelf gehouden. En dat prachtig afge, uh, afgerond. Mm -hmm. Maar um, ja, soms. Dat is raar, hè. Soms werkt er van het we zijn oud geworden. En, uh, uh, it happens in de, ik in en dat is ook ineens daar. Ja. Dus ineens, ah ja, oh, we're old. Ik had een leekrecht en die zei ook zo: was ook ne, was wel een metal, ik weet niet meer de band of zo. moeten dat ook zo, wat, uiteraard niet jullie succes, maar semi-succes. Uh, en ik heb ook ooit eens gevraagd: en, en waarom zitten we er daarmee gestopt? En dan zaten we ook van: ja, op een bepaald moment waren wij gewoon vier vaders op een podium. Ja. En dan moeten, dan, letterlijk wat jij nu zegt, dan zeg dat, dat moeten we gewoon stoppen. Als je dat in je brein krijgt van fuck, was zijn er gewoon vier pa's stoppen, want dan, allez, als je dan geen, geen echt succes hebt, dan wordt het heel snel zielig of zo. Ja, ja, dat is raar en dat is eigenlijk niet cool, hè, Want eigenlijk zou het niet mogen, hè, Maar dat is ook zo. Eurlijk. Als je de grote show speelt en dat hadden we ook echt, uh, we hadden we hadden de, de backliner de Gertje, die zit nu bij Nile Rodgers en Chic te doen, die had die Iggy pop gehad. Dus dat was, we hadden, was high roller binnenkomen en je doet de grote, ja, ja. we hadden banners en lichtshows en allez, dan is dat allemaal oh ja, cool. Het wordt zo graaf dat mensen ooit hebben gedacht dat jullie metallica waren. Hè? Ja, ja, voilà. Ah, ja, ja, maar. Ja, maar dat zou ja, 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 ja. je hebben. We ja, ja, ja. zien in mijn broekje ja, of iemand. Ja, ja, ik weet dat er goed komen. Uh, nee, nee, nee. als dus ah, oh, nee, Ik zou li liever hebben dat je het ligt, uh, hoe het dat komt. Ah, ja, uh, ik, dacht, ik dacht dat er een foto. Nee, die hebben niet genoeg mijn macht. Die is toch uh, wel op mijn Instagram. Ah, Dan zijn we niet. Die niet genoeg diepdive. Sorry. Maar misschien kunnen ze achteraf er nog op Ja, dat gaan we absoluut doen. Nee, ja, inderdaad. Er is een foto op mijn. Instagram, en dat is een rode loper en dat is, uh, dat is Metallica in een concertfilm ge 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 gemaakt, uh, True the Never heette die, een jaar of oh, zes, zeven geleden. En dat was toen, um, dat die première was in Parijs. In de cinema. En uh, de helft van Metallica ging daar zijn. Zijnde drummer Lars ja. Ulrich, die toch een wereldster is. En dan uh, Kirk Hammett, de andere, uh, de gitariste. James was er niet bij, maar het waren toch twee grote. En uh, wij zaten toen, ik denk dat het via Studio Brussel was, van wie wil nog die première? Allee, lang vooral kort. Um, ik... Allee, we gingen er dan naartoe. En er was een zwart geblindeerd busje van het Sportpaleis, maar zo waar dat ze echt ja, de Jij grote ja, zo zo'n Vitoken, zo, vitoke, zo helemaal mooi, chic, leren zetels, dat je zo over elkaar kon zitten. Uh, maar ja. ja Wij, nog Parijs. Maar dat was natuurlijk nou Want We moesten nog werken, er zat nog volk in. In ieder geval, het ging scherp worden. <tikiging> <Ja>. <tikiging> en ik zal in die chauffeur, soms zie ik hem nog wel eens op festivals, echt zo'n luxe chauffeur. Die zei: Fuck, ik moet de, 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 de ring van Parijs nog op. Het kon een worden. Laten we zeggen dat het om half acht begon en het was scherp. Dus wat zegt die gast? Je zegt, weet je wat ik zal doen? Normaal moet ik een ergens parkeren. Weet je wat ik doe? Ik zet al gewoon, gewoon voor die deur af. Ja. En dan zie je maar wat er gebeurt. Geen probleem. Komen er eraan. Effectief, het gaat echt over minuten. Dus om half acht moesten wij er zijn. Het is 29. Die gas komt er aan. En, en wat er dan gebeurt, is eigenlijk maar 10 seconden in het echt. Maar dat was wel slow-mo. Want ik ja, stond dus. Ja. Ik sta aan de schuifdeur. Ik zie nu dat geblindeerd had. Ik zie die vertragen En ik zie al die mensenmassa er staan. Echt in het groot op je cinema. True the Never Metallica Tonight opening. Dit en dat. Maar echt 500 man buiten een rode loper. En ik denk. Alright, cool. Het is hier. Dat was nog wat ik dacht. Yeah. Ja, ja, we zitten juist. Yeah, yeah. En ik zie dat. En ineens beginnen te dagen. Ik denk. Oh fuck. Wat die gast zit ons. Los voor die rode loperop. Je beseft niet eens dat je in een mega chique geblindeerde, zwarte Mercedes-bus ja. zit. En ik doe dat open. En ik weet dat ik nog links tegen Alex zeg. En ik zeg: Fuck, die gaan echt denken dat we metallica zijn. En ik doe die deur open. En ik stap die rode loper. En ik heb nog nooit in mijn leven zo snel honderden. <laughs> Foto's foto toestellen zien afgrond ja, ja. en tegelijk knoppen 29. Dit is een verloren niet. foto, dit ja. zijn ze niet. En dat was wel echt heel grappig, want je ziet zo ja. en dan zie je zo een hoop volk zien: Who ah. the fuck are these ja, ja, ja. guys? Alles ja, ja. bollen, En dan, <laughs> dan ze wel zo: ja, ze waren slecht die rode loper, oh. maar zo op zeven. Ja, ja. Want je kon er ook niet af, want oh ja, dat was afgemaakt. Dus dan moesten ze als een dief in de nacht, zo half. Zo onderiet kruipen. Dat is niet meer te redden. Meer te redden. Die, die situatie is niet te redden. Maar wat ik wel gedaan heb, en dat is wel, zo slim was ik dan toch wel. Ik heb daar wel een foto van gepakt. Dus de foto dat je ziet, is eigenlijk mijn zicht. Ah ja, Bij het uitstappen. Bij het van. Het uitstappen. En dat is wel grappig, want dat is echt. Ja, dat is, dat is zo Nou de, maar dan zie je ja, ja, het zo ja. echt wat is. Ja, en dat is ook wel zo een moment dat je denkt. ja. Dat is, uh, dat is wat fame is en vooral wat fame niet is. Ja, uh, ja. Een dunne heel, lijn, dat is duidelijk. Heel, op twee minuten alles mee. Gemond, ja. Fake it ja, till you make zeker. it. Uh, dat is maar dat supergoed dat je daar weer over begint, want dan heb ik weer een bruisje. Ah, fake it till you make it. Hey, jij bent natuurlijk de god van Keeping It Real. Uh, maar je hebt ook wel eens moeten faken op een optreden. En een DJ zit als ik maar niet vergis. Ja, Je ja, ja. hebt ons ooit eens een vooral verteld, ik weet niet of dat je, uh, dat je zelfvertrouwen genoeg hebt om dat hier ook nog eens te herhalen. Uh... Oh fuck. <laughs> of is dat iets waar wij geruisloos moeten overgaan? Uh, uh, dat... ik, ik zal het, ik ga, ik ga het. vertellen. Ik zal het vertellen. Ja, ik ken die andere het, het vertellen. Ja, wel. Dat ga liever zitten. Dat wil ik niet vertellen. Bedoel, ik weet het dat, niet dat... of dat ik het mag zeggen. Eigenlijk. Ah ja, nee, maar dan, dan, dan mocht, het dat ook verder niet uit. Ik heb ook nog iets staan van een auto-accident in Oost-Duitsland. je dat liever dit. Ja, ja, dat is dat, da, 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 dat, vooral van de DJ's. Maar dit, nee, nee maar Als ik dat zeg, zit, ik in de problemen. Ja, dat gaan we dan absoluut we niet doen. doen. dat is, uh, maar dat dat is, dat is wel een mega vooral. Ja, dat is een heel goed. Dat, dat vooral. Maar... Dat is een heel goed vooral, maar. Ik... Beste luisteraars en kijkers, mocht je Andries ooit in het echt tegenkomen, mogen we hem er gerust naar oh, vragen. Fuck. En dan zal hem het wel. Uh, oh, is, uh... maar dit is vreselijk. Oh, Altijd ja, is vreselijk. Ja. Die ook zoveel shit voor krijgen. Ja, ja, als ik als er geen een, al geen een B. Ja, ja. Dan, Dat is geen Nee, nee, zit, nee. Het, Jij het... als interviewer eigenlijk, ja. Dat, uh, dat is toch jammer. Eigenlijk. Ja, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Ja. Er nee, nee, zijn goed geen problemen krijgen. Auto-accident nee, de... in. De, ja, er uh, waren uh, twee verhalen. We uh, hebben uh, ook met Sabrina gepraat en die zei ook iets van een optreden in Baltimore dat gewelddadig was. Mocht je het kiezen? De, ah de, ja, de optreden uh, in Baltimore. Uh, uh, ja, Baltimore. Het is ja, toch ik... het fake verhaal? Ja. Nee, nee, nee. Baltimore, ja. Uh, Amerikaanse tour met Borf for oh. Pain. Uh, Baltimore, ja. Uh, niet de gezelligste stad. Uh, niet het soort stad waar je je huwelijk gaat vieren of zo. Is dat die drugsstad? Ja, Baltimore... Ja, Welke stad in Amerika niet? Zo paar steden die zo echt... uh, ja, Baltimore. Is, ik weet niet of het nu is, want soms veranderen, Maar in de tijd dat ik er was, was zo, ja, een dikke tien jaar geleden. Uh, dat was echt zo de periode dat een van mijn absolute lievelingsshows, The Wire, weet mm. je kind? Ja, ja. The Wire was, dat was echt Baltimore. Ze noemden ja. het ook, dat is eigenlijk Baltimore in de staat Maryland. Het ligt zo'n beetje boven Washington. Heel veel was ze... Afro-Amerikanen, ja. niet? Ja, hè? Ze noemden het eigenlijk ook Baltimore Murderland. Oh. Dat was een beetje de bijnaam. En, uh, en wij moesten er wel uh, wij moesten er spelen, want er kwamen ook een aantal hardcore bands die wij goed kenden. Die, die hadden dat ook geregeld. Uh, en uh, Trapped Under Ice is zo'n band die niet veel mensen misschien zullen kennen, maar de drummer van Trapped Under Ice is nu wel heel beroemd geworden. Dat is de zanger van Turnstile. En Turnstile is wel een band dat mm. veel mensen... Uh, dus dus dat waren wel getalenteerde gasten. En wij speelden in Baltimore, en dat was al een hele gewelddadige show. Uh, want toen ben ik ook al zeg, zo, dat slam, dat, dat, het mosje dat je nu ziet, die ja? pop, pop dingen, eigenlijk in de hardcore en punkoptredes had dat een tijd wel echt een slechte naam. Veel vechtpartijen ook in België. Ik heb ook een aantal echt meegemaakt. Maar in Amerika was dat met momenten wel echt hard. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja dat was ook zat ook wel wat bende toestanden bij. Ja, dus, Want ja. ik weet om een idee te geven. Ik, ik toen diezelfde tour, zijn we toen geland op Boston bijvoorbeeld, en toen ben ik gefouilleerd om, ah, ja. om, om op te treden. <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat je zo weer gaan geweerbaar. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat je zo aan optreden speelt ja. en zegt, Oh, tof dat je ze toch ja. En even voelen dat je niks bijt. Echt, ik moest mijn koffer open doen en zo. Dus om het te zeggen, ja, ja. Ja, ja. Uh, dat was. Dat we was, dat lachten dat er niet mee door. Amerikaanse maatschappij is gewoon iets gewelddadiger en zeker ook daar. Redelijk, ja. ja, iets, ja. Dus ja. om er een idee te geven, wat speelde toen ook? We een band, uh, Stout heette die. Stout? Stout. Ja. S-T-O-U-T. Ook kwamen het Baltimore. Om er een idee te geven, die waren ontspelen van die. Ja, je moet je dat voorstellen van die hele logge moshi. En zo echt dat je mekaars kop kunt inslagen. En op een bepaald moment hebben die ook echt een break in hun nummer. En er is dus nog een, een hoop volk ontpitten en slashen. En die zanger die roept op een bepaald moment in die een break: Baltimore Knife Check. Waarmee, waar op dat moment een hoop volk het, het publiek gewoon messen boven onthalen was. Om, uh, ja, dus zo dat soort toestanden zijn dat. Um, en daar moesten wij dus spelen op die show. Maar op zich, ja, als je er gespeeld, we kenden er ook wel volk, maar je zit wel in downtown Baltimore. The Wire weer ook achter de hoek uh, opgenomen, maar ik was daar mega The Wire-fan, dus ik moest dat ook wel wat gezien hebben. Dus ik ben dan ook zo even wat op mijn eentje gewoon rondlopen. Daar heb ik achteraf heel veel shit voor gekregen, dat ik dat eigenlijk niet meer mocht doen. Wegens veiligheid? Ja, omdat je, ook omdat je dan na nou die show, reed, bijvoorbeeld dan langs die plekken, dat ik gewoon gestapt was van een 7-Eleven. En dan zag je ook wel dat dat stripclubs waren en, ja, ja. En, en veel dope en drugs om dan al die eigenlijk op een slaapplek te komen en dat is bijvoorbeeld wel iets waar ik toen ook wel veel van geleerd heb ik weet dat wij er toen aankwamen maar dat was voor alle duidelijkheid dat is niet in een hotel zo. je in Amerika nee. toert dat is echt bij iemand thuis gaan slapen en ik stond, er letterlijk, ik stond ja ja couchsurfing ik stond er echt letterlijk met mijn gitaar en een kussen in een slaapzak. En er stopte. Elke ineens... lied van een band ergens anders. Nee, nee bij iemand oh, thuis. Uh... Maar weinig, om te zeggen hoe weinig geld dat geeft als ja, je zo Amerika toert. En dan weet ik dat er ineens een taxichauffeur stopte. Want je moest dan ernaast zijn om de buurt wat aan te duiden. Zo, ook de Indische taxichauffeur, eigenlijk cliche, klopt. Zo'n zatte, zatte ja, zo'n ja, zo grote blanke Amerikaan stapt uit en je weigert te betalen. Oh. En dan, ja, dan begon te, Maar je stond dus echt letterlijk daarnaast met mee kussen. Ah, We ja. konden niet door, want die stopt er ineens. En die gaan niet betalen. En die had een Indiër kwaad erop. En dan was hij wel echt. In die zin zal ik nooit vergeten, want dat was wel een duw. In Amerika, als je elkaar aanrukt, nee, overal, maar daar zeker. Ja, je toch een andere al een ja. andere dingen. Dus je plakte je er tegen En op dat moment zegt je een zeg indruk: I'm gonna go to the police, en bla, bla, bla En dan zei hij juist: Who you think they're gonna believe? Oh. En, uh, en toen, allez, ik weet wel dat ik toen echt wel, en dat bedoel ik, dat is de rijkdom dat je daar niet mm. van toeren. Op dat moment is dat wel een, een raar moment, maar je leert ook wel wat, wat dat daar is. Hè? Ja. zeker... Hoe... Dat is hard, want die heeft gelijk. Ja, voilà. Ja, hey, en dat is wel, want dan is het ook door, want je zit dan s'avonds en s'morgens wordt die stad dan wakker en dan zien we waar je zit. En dan is het ook door, en een paar dingen door, Baltimore is niet zo gigantisch groot. Veel van die Amerikaanse steden, LA, Phoenix of, of uh, New York uitgezonderd. Zelfs Boston, dat zijn allemaal geen gigantische steden, maar je ziet wel de, ja, de rauwheid. Ja, en, ja. En, uh, maar, en dat is wel wat ik toen, heel die tour, wel gemerkt heb. Hey, dingen als Ohio, North Carolina. Ja, dat is, dat is niet het Amerika van een van toerist. Dat is het Amerika van Trump-stemmers, en Amerika van, van rassenrellen. Nee. En dat, dat is wel, ja, dat is fantastisch. Onderbuik. Uh, ja, want ik heb ooit is, dat is ook een hele goede. We hebben die tour ook in uh, Cincinnati, Ohio, zal ik ook nooit vergeten. En we hadden een tour? En dat was zo, ja, ik, als je drie dagen in die een tour zit, weet je wel, ja, een hele grote tour is het hier. Nee. He, dat, he, als de als ene dag. 100 man is, zal het een dag nog die niet 1800 zijn. Nee. Maar er stond toch met Cincinnati, Ohio, zal ik nooit vergeten, stond er toch de Warsaw Arena. En dat waar vindt... dat goed komt, je moet geen Engels kunnen om te weten: Arena. Ja. Ja. Dat is oké. Maar je weet natuurlijk die van binnen. Er zou wel er eens een catch zijn En effectief jou gered aan in Cincinnati, Ohio. Je komt om die Warsaw Arena. En dat was eigenlijk een plek. En dat was wel grappig. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt met Mickey Rourke, de wrestler. Nee. Ja, dat is een aanrader. rijk. Maar dat betreft, Mickey Rourke speelt een, een, zo'n fake wrestler. Maar niet op het niveau van Hulk Hogan van de stadions, nee. Maar eigenlijk op het niveau van Underground. Ja, ja, want dat ja. wordt. Dat is een heel populair ding. Dus veel, die, die doen ja, dinges voor, voor 50, 60 man of zo. Ja, de Warsaw Arena was eigenlijk vooral gekend in de streek oh, voor low-level. Low level. Ja, ja. En ik heb toen echt, en ik weet, ik kwam eraan en, en dat, dat gingen dan echt de Polaroids van de, van de lokale helden. Ja. Maar dat waren dus niet. Dat was niet de Undertaker of whoever, Ric Flair. Nee, nee, dat was een gast. Zo'n dikke Amerikaan van achter de hoek die gewoon zijn hawaii met aan had. Die dat, dat ja, ja. Big Kahuna heette. Oh. Mensen die er onderin stonden die van die pruimtabak kon toen waren. En letterlijk, het podium waar ik op speelde was eigenlijk zo'n worstelring. Oh. Waar dat ze de koorden, hè, zo de, oh, ja, ja, de touwen ja, de van hadden afgehaald. En dat is wel zo: uh, ja, op dat moment had ja, wat moeten doen. Ja. Je de wagen kapot. En tegelijk denk ook van: ja, hier zit ik in Cincinnati. Wat, een eind van hier is. Ja, ja kan ik je wel dat kan wel. Uh, maar ja, je denkt, ja, dat is een verhaal. Dat is, en zo, dat is wat toeren eigenlijk, als je in een punkband zit, iedereen oh. had dat toe. Je het, elke stad is wel iets, elke stad denkt, de, ja, als ik het thuis zeg, ze gaan het niet geloven. Nee, nee, nee. Nee, maar ja, geld neemt er niet mee, maar je neemt wel een hoop verhaal. verhalen. Maar wat mee. was er dan volk? Of, of, ja, dat soms, al, tussen de 50 en de 100, nee, nee, nee. 100 man. Nee. Je kunt met 100 mannen een feestje bouwen, je ja, ja. kunt honderd man die staan ja, ja. te zien, dat is de plezijn, maar 100 man die meedoen, voilà. dat is nog wel top. En dat weet Gallen ook, als je optreedt, 100 man als je dat zegt, dat klinkt als niks, maar gewoon... 100 ticketjes voor u, dat is ook niet niks. Nee, dat is nee, nee. Maar natuurlijk, soms was het ook 20 man. De, ik, heb ook, ik heb heel veel dingen, goede dingen gedaan, maar gespeeld daar soms ook zeker als je in die achter... Maar dat is ook Amerika, is zo groot. He, veel tours <coughs> zijn eigenlijk ook vaak aan de, de kusten, omdat het binnenland is te, gro het is te groot. is. Ja, 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 dus als ja. jij in Boise, Idaho zit, of je zit in uh, Johnson City, Tennessee, I've been there, Ja, dat is letterlijk nirvana, Smells like Teen Spirit, gespeeld in de gym. He. Ja. Uh, uh, en dat is cool, want natuurlijk, wat, je, je dan ook, je kan ook Je zijn natuurlijk een beetje een kind van de popcultuur. En je mm. kent die high school films. En je vindt dat, nou, vind dat wel fantastisch om lockers in het echt ja, te ja, zien. Ja, ja, ja. En, en dat soort dingen. Dus je haalt daar wel veel uit. En dat is ook bangelijk. Dat is kijkplezant. Maar het wordt moeilijk natuurlijk als het altijd dat blijft. Ja, ja. Want op den duur heeft het ook gezien. Uh, nu. Je heb er gelukkig ook grote dingen gedaan in Amerika, waardoor dat je het wel merkt. Maar ik kan altijd wel uh, zeggen, dat er is niks zo goed als thuis. Als het puur gaat over ja. Ja, spelen, dan, dan, ja, dan voelt het ook wel dat wij als Vlamingen, als België, het Belgisch concertcircuit, ook het Duitse, is veel warmer is. Je wordt meer in de watten gelegd. Ja, ja. Daar is echt, ja, of, je bent eigenlijk, oh, je, je krijgt niet veel of zo. Nee. Ja, wij hebben nog nooit in het buitenland opgetreden. Dus, Jawel. Eh. Ja, ja, grote Laurentan Maar ja. zich, hey. <laughs> Hallo. V voor alleen maar België dus Bel <laughs> de, ja, maar, Een ja, Belgisch, een Belgisch publiek. Ja ja, dat is makkelijk. Op die manier. Ja, ik zie. altijd negatief ik, nee. um. ik ken het. <laughs> <laughs> ja 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 uh, ik heb het gevoel dat we er nog een hele podcast over kunnen doorgaan. Ja? Maar zo interessant is het ook niet nee nee. <laughs> is niet morgen. Uh, we hebben nog een paar foto's dus, Ja, uh, foto's leuk. Ze ben niet dat je gekozen hebt. ja, we hebben dus uh, <laughs> Een foto gekozen met jou en uh, jouw boezemvriend mag ik zeggen zeker. Ik zeg nu, de mannen achter Welcome to the EE. Um, en je ziet ook in een backdrop van uh, het is op de castars. Um, we zullen negatief beginnen om dan uh, positief te eindigen. Um, je was een beetje teleurgesteld. Zal wel, zijn. zal wel zijn. Dus ja. de Castage, voor de mensen die niet weten wat dat is, kun je even kort ja, de toelichten. De Castage wat dat was de is. nieuwe mediaprijzen. In de loop der jaren, zeker degene die wat ouder zijn, gaat dingen als De Gouden Ogen. Gaat dan de nacht van de Vlaamse hmm. televisiestern. Dat was allemaal zoiets dat al een beetje dood was gebroeid. Maar ja, je hebt wel de Miaso-muziek, maar ze wilden eigenlijk ook iets nieuws lanceren uh, voor het tv-landschap. En dat is dan de Castage geworden. Dat was de eerste editie. En ze hadden wat opengetrokken. Ze hadden er ook online content bij zit uh, En ook podcast. En ja, uh, wij waren vroeger genomineerd. Wat al mooi is. Wat al mooi is. Uh, dus maar toch niet zo mooi. Het met, met was gewoon, ja, uh, met wat je dus ziet, ja, die foto van de mensen die luisteren, ja, het is ons een beetje op de rode loper in ons ja. beste pak. Ja, prachtig. Uh, het goede aan die foto is wel dat we op die moment wisten al, wel, wisten al hoe laat Want dat het was. Wat ja. gaat ook nog eens. Ah ja. ja dus, we geforceven. waren bij de laatste tien. Hè. Maar het goede eigenlijk, wacht, ik zal zo zeggen, we hadden eigenlijk. We, zijn, we kunnen dat wel zeggen, we, zijn vijf, we, zijn, we hadden al wel podcasts, maar zeker wat het, het, ook het YouTube-luik waren we zeker ook de, de eerste die ook nog YouTube erbij deed, puur podcast Dus wij we hadden wel altijd zoiets, we wij zijn dat begonnen op een moment dat dat eigenlijk Alexander deed dat al, hmm. maar deed die deed alleen audio. Ja, die had al wel, die, had al, wel, die had al wel, luisteraars en wij ook al wel direct in het begin, maar gevoelde dus, wel van, ja, dat was een braakliggend ding. Ja. Je moet er geen tekening bij maken. Iedereen kent de geschiedenis. is ook logisch. Mensen zijn erop beginnen, beginnen springen. Maar dat wil wel zeggen dat wij ons. Wij zijn nooit echt bezig geweest met prijzen. Prijzen is echt zoiets van, van, een, van twee, drie jaar geleden. Terwijl wij al. Ja, gewoon, gaat al alle nummer één dingen schatten in, in charts en weet ik veel wat. En ineens moesten er prijzen komen. En dat voelde bij ons als zo'n. Dat is zo'n typisch mainstream ding. Ja, ja. Toen, dat het, toen dat het underground ja. was, interesseerden we het niet. Ja. In wordt het groot. En het eerste wat je doet, is er prijzen mee doen. En, en we hadden al eens een keer gedaan met de standaard, En dat was toen ook een beetje, zo wat, wat mis, zo een beetje slecht afgelopen. Hey, dat, hey, slecht als in we hadden niet gewonnen terwijl we vonden dat we moesten winnen. Maar het ding was: die kastaars vroegen dat. Dus ik zeg ja, Alex, zo uh, doen die kastaars. En dan Alex zegt: Ik wil dat niet doen. Hij hmm. ik zegt: ik zeg, ik Vind niet dat ook Daar moeten we er weer niet over zeggen. Je komt er toch altijd slecht uit, want ze duwen dan een micro onder je neus. En we moeten dan zeggen dat je blij bent. Maar als je dan zegt dat je niet blij bent, ze ontzeuren. ontseuren. We doen er niet om mee. En ik zeg: Jammer, die kastaar zag wel anders. Zijn. Ik zeg: Met die andere dingen hadden we nooit campagne gevoerd. Ja. Dit, dit gaan we doen. We gaan dat doen. Ik, ik, ik regel dat. Ik zal, uh, hey, ik zal er wel wat. Uh, we maken wel niet. Ja. Ik had ook maar Rijkje gevraagd. Ik zeg: niet. Ik zeg: Deze wordt aan. Dat is de fout geweest. maar in is schakelen. Shout out naar mijn Rijk. <laughs> dus ik dacht. En dan al, ik, ik zie hem letterlijk zuchten. Maar zo van: Whatever. Je ja. regelt het. Ik, Regel wil het. Wel ik wil het niet doen, maar goed, als je het echt denkt. Ja, maar en dus dat... wacht, de Castage nomineert nu. En dan moeten we nog zeggen, oh, we willen genomineerd zijn. Nee, je je no wordt genomineerd, maar ja. dan moeten eigenlijk zorgen dat je, dat je genoeg stemmen haalt. Hè? Want dat was het eigenlijk een soort voting dus Je moet ballen. Zelf campagne maken. Ja. Ja, okay. Je moet dat niet, maar ik, ja, had wel, ik was wel slim, slim genoeg om te beseffen. We zullen wel in dit geval iets meer moeten doen. Nu, lang vooral kort, we hebben dat dan gedaan. Uh, en ik vond het eigenlijk best wel goed voor ons doen. Allee, we hadden wel wat. We hadden er zin in. De en we, we, we hadden het best gedaan. Oh. ik had ook zoiets, ja, ik ging ook voor die overwinning. Hè. Nee, ja, natuurlijk. Ja. Oh, nee, nee. Maar wat bleek na... Nou, dat reglement had tien genomineerden, maar op het einde hadden nog, dat wisten ze niet, in de zaalshow zelf, dus in de live show, hadden ze ook nog eens zelf een selectie gemaakt van de beste drie. Wie dan? Het publiek dat daar zit? Nee, een soort uh, jury. Nee, ja, het was eerst wat en dan het publiek. In ieder geval, dat wisten ze eigenlijk niet. Dat ja. wisten pas twee dagen op voorhand. Die campagne ervoor was eigenlijk nutteloos. Nee, die was niet nutteloos. Maar je ging ervan uit dat je op zijn minst in die, in die Castars-aflevering, of in die, in die liveshow ging zitten. Ja, ja, zo, ja. Ja, ja. Maar wat bleek twee dagen op voorhand, kreeg je eigenlijk in een brief om te zeggen van ja, nee, je zit er toch niet bij. Dus ik denk op dat moment het enige wat ik denk, is: oh fuck, ja. ik kon zoveel shit krijgen van Alex. Ja. ja, natuurlijk. Ja. En zo geschieden. het. Ja, want ja, ja, ja. ja, natuurlijk zegt hij: Zie je het nou ja, wel? Ja, ja. Ik heb het toch gezegd, het is altijd dit en dat. Nu, het goede ook aan die foto is: op die foto zijn wij ook alleen maar ontlacht. Want mensen zeiden ook heel oh, Je ziet het, dat je wel teleur is. we couldn't care less anymore. Omdat ja. dat toen was dat eigenlijk al, al passief. We hebben ons toen gewoon. Geamuseerd. Maar moet dat wel gaan? nee we moesten dat niet, nee. maar ik heb toen wel naar hem gebeld en gezegd van ja wilde jij dat nog doen? en hij zei ja tuurlijk doen we dat. als je niet gooit is het precies, ik bedoel het is een wedstrijd, we hebben ze niet gewonnen punt. en dat is gewoon wat leerde natuurlijk op zoiets en dat is eigenlijk wel het interessante al al omdat is eigenlijk, want er is Uiteraard niks, daar is niks oneerlijk aan. Hè. Ik vind de perceptie vind ik onnozel. Wat je doet nu aan Vlaanderen, gaat het precies aan het mainstream Vlaanderen doet, nu precies al dat degenen die gewonnen hebben, kronegetuigen, is dan gelukkig nog een die veel luisteraars heeft. Maar die andere genomineerden, dat waren niet, dus dat, dat niet relevanter, nee. vond ik. Maar natuurlijk wel leerden daar, en dat is ook niet erg. Nou, dat is het verschil tussen mainstream en underground. Hè. Op het einde van de dag, ze nog altijd... Iets underground en kunnen ook niet alles winnen van mainstream. En dat is ook oké. Okay. Dus ik heb daar achteraf ook wel wat vrede mee genomen. Dat is het spel. Dat is een spel waar we eigenlijk niks mee te maken hebben. En af en toe doet iets mee. Ja, ja. En dan steken we voet erin. En je moet er ook wel wat mee kunnen lachen en dat wat kunnen relativeren. Want dat is waar, dat is een show dat is gemaakt voor ja, de Rita's en de, en de Danny's die niks weten. Hè. Die kennen geen podcast. Hè. Dus die stemmen die? Ja, die stemmen op namen dat ze wel kennen. Ja, en dan zijn dat. Ja, dan zijn dat uh, andere BV's met kleine podcasts. Maar die een BV vinden ze dan toffer of ah ja, zo. Ja, ja. Daar is dan is dat een beetje op gebaseerd. Dus, uh, wie heeft dat dan uiteindelijk de de kro gewonnen? De kroge gewonnen. Ik dan wel van degene, als het dan niet wij waren, vond ik dat wel de, de, uh, de terechtste bijvoorbeeld. Maar op uh, Want daar heb ik. ik heb, we hebben dus een aflevering over gemaakt. Maar dat heb ik dan eigenlijk achteraf na nou die aflevering, want dat heb ik dan wel nog nergens verteld, maar dit heb ik wel toen in die aflevering al wel eens gezegd. Na nou, die aflevering dat wij erover gemaakt hebben, waar ik soortgelijke dingen zeg erover, is er zijn er dus wel heel veel reactie op gekomen uh, op die aflevering van uh, mensen uit de sector die wel echt heel hard hun best hebben gedaan ja. om het uit te leggen aan ons, van dat het wel echt eerlijk was. En we hebben er ook een uitleg over gekregen, maar het komt er eigenlijk gewoon een beetje op neer dat de grote longlist dat gemaakt wordt, dat die eigenlijk gekozen wordt door random people. Dus dat is een soort enquêtebureau dat dat doet. Oké. Okay. Dus, maar, hoe... maar dat is toch super ja, dat is de nou, random, vraag, people. random people. Nee, wat ze, 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 ze doen is, ze, ze, ze tien lijsten, programma, radio, ja. whatever. En daar staat alles op. Chello dus zult er ook wel op gestaan. Daar ben ik 100% zeker van dat Chello er ook heeft op gestaan? Dus dat is bijvoorbeeld in online content of weet ik veel wat mm -hmm. dus Dat is een pure numbers game. Nee, nee, dat is, nee, het is een numbers game. Dus bijvoorbeeld, ik zal, zal zeggen. Um, ze hadden bijvoorbeeld voor, voor een podcast, bijvoorbeeld, stond de Volksjury er ook op. Mm -hmm. hè, Volksjury is gigantisch. Zeker uh -huh. uh -huh. in audio, uh -huh. gigantisch. Hè, allee, zo populair. Stond daar even goed op. Maar ze hadden een longlist gemaakt. Dat geven ze aan 4000 uitgekozen mensen. Dat zijn niet mensen in onze bubbel. Hè. Dat zijn gewoon. Mensen tout ja, En die al. mensen moeten over podcasts iets kiezen. Waarschijnlijk heeft heel veel mensen daar niet naar geluisterd. Dus wat doen die? Die moeten iets kiezen. Ja. En dan zien die. Krootgetuigen. Ah ja. Dat hebben ze dan, omdat dat een VTM-programma is, want dat is eigenlijk een programma. Ja, ja. ja daar zagen ze Lotte van Weezemal. Dat vind ik wel een toffe. Ah, ja. uh, enzovoort, enzovoort. Uh, want dat merkte bijvoorbeeld ook aan, 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 uh, aan bijvoorbeeld uh, Nerdland. Eh? Nerdland wat? Een gigantische podcast is ook altijd het grootste dat er is. Op sommige momenten zelfs de grootste. Daar is eigenlijk het Nerdland-segment met Lieve Scheiren op Q-Music gekozen en niet de echte. Waarom? Omdat de echte niet Lieve Scheiren ernaast is staan. Ja, ik was al het Dus die kijkers, heel veel mensen zeggen, die MBV ken ik. En waarschijnlijk zijn wij ook zo gestemd omdat dat uiteraard ook zo is. Terwijl de Volksjury, ja, dat zijn. Dat als volksjury en dat BV's, Allee, ah, als, als ja, maar, ja, ja, maar, niet, maar niet voor nee, iedereen. Nee, nee. Dus om een idee te geven, en dat is achteraf, en dat wel, vond ik dat wel waardevol dat ze mij dat gezegd hmm. hebben. Want dat snapte ik het ook en dan dacht ik, ah ja, dus we kunnen zijn op het systeem, het systeem was absoluut niet rigged. Dat is gewoon een heel mainstream ding en dan kiezen 4000 gekozen Vlamingen. Die over alles moeten kiezen. Die kiezen dan. En dan heb je dus ook toestanden met je online content, dat er geen sit bij zat, dat jullie er niet bij zaten, uh, Jamil. Allee, mm -hmm. dat is ook niet helemaal op mijn wereld, maar je weet wat ik wil zeggen. Uh. Dat is gewoon, ja, voor Rita, het hem. Ja, die weet dat niet. Hè. Nee, 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 nee. nee. Hey, die, die, uh... nee dus nee, we nee, kunnen nee. het systeem kunnen over discussiëren. Maar in ieder binnen geval. het systeem is alles wel was perfect gelopen. gelopen. Zo, dus en ja. Dat perfect gelopen. Dus ik heb er wel veel reactie op gehad, omdat mensen dat toch wel belangrijk vonden. Maar we hebben wel een topavond gehad, uh, keihard leuke avond gehad. En uh, ja, uh, ja wat, wat kan ik erover zeggen? Dat was een tv-show. Ik weet niet of je al is het al hebt meegemaakt, maar als je ooit de kans krijgt om zo een, een, een show, zoiets a mee te maken, Een awardshow. Een awardshow. Dat is ook wel... Um, ja, dat, dat, dat heet is wel. Ja, dat, iets, zo. wel. Uh, dat is ook vooral zo... Ja, dat ook weer alle clichés. Hè. Ja. Het was ook weer zo iedereen wilde erbij zijn. Oh. Um, maar ja, ja, je bent ook deel van het systeem. Je he. zie, zie mij er zitten. We ja, hoe werd er geglunderd? Hoe Arthouse zit alles is, het trouwens? Is, precies zo'n je... zo 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 filmfestivalregisseur. Een ja, zo. ja, 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 schitterende blazer vind ik. Is, maar niet helemaal. Een is, schitterende blazer. Is Ze hadden sowieso plaat geweest. En, uh, ja, ja, dat, ja. Dat, dat is echt zo dus ja. ik zo, je moet nog een award show. Ja. ik heb, het nodig, ja, ja, ik heb je, nodig je nodig voor vanavond. Heb je een idee? Ja, weet wat, ik vind dat hem eigenlijk nog een sjal mist. Ja, ja nee, absoluut. Nee, ja, dat ja. dat ja. Zou... zo Bordeaux of zo. ja, 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 ja Of roze zo. Want de sjaal niet tegen de kou, hè? Nee, nee. nee Pure Ja, 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 hij heet heel cultuurkritisch. En hier zo een servietje van boven zo in de zakje. Zou het niet misplaatsen, misplatsen, hè? Stuver, een ja. Ja, ja dat was uh, ik, denk dat de, ik denk dat de caption van de foto was zij die gaan verliezen ja. groeten nu ja. <laughs> maar ik vind, ik vind dat je ook wel een schoon kost ja ja zeker hè? maar dat is ook zo maar je moet we moeten we dat meenemen Ik bedoel dat is echt wel, wel oké okay. en ook dat, dat was echt een dat, dat was een top een top, ja, ja handen, dat he? zal wel zijn, zal ja. zijn natuurlijk uh, maar goed uh... Ja, uh, jullie zitten daar natuurlijk in de hoedanigheid van uh, Welcome to the EE. Hoe, uh, hoe, hoe ben je daar eigenlijk mee begonnen? Uh, is dat gewoon. Uh... Um, dat is een idee. Ik er al een podcast. Dat was ook wel omdat ik natuurlijk nog veel toerde. En, en jou, ge, ah, geen ja. dingen nodig voor in je oren te steken. Dus ik was sowieso wel fan. Uh, en dat is gelijklopend gelijk gegaan met, met dat, dat ik er straks zei: van dat muziek, ik muziek dat ik wel wat gehad had. Ja. En zo, dat van, uh, en eigenlijk het laatste jaar van mijn muzikale carrière uh, zijn we daarmee begonnen. En dat was iets. Ik was ook uh, ik, 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 ik 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 verrast. Ik moest de kamer opnieuw inrichten. Meestal had ik een studio. Ik had altijd ja. in mijn huis een muziekstudio. En ik wist dat ik het eigenlijk al wou afronden. En toen heb ik het eigenlijk een beetje veranderd. En toen dacht ik. Uh, ik wil dat toen podcasten. Maar ik durfde niet alleen. Ja. Echt. En daar uh, ga ik ook eerlijk toegeven. Ik durfde het niet alleen. Ja. Ik ben ook heel blij voor dat ik het niet alleen gedaan heb. Want dat is ja. gro de grote. Wat als had het dan geweest? Maar. Ay, aan zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid had het dan niet zo groot geweest. Of in ieder geval niet die start gaat. Uh, ik, maar ik had wel iemand, ik dacht wel dekton hem, ik zeg: Wat denkt hij, jong? Jo, en hij vond dat bangelijk. Oh ja, natuurlijk. Lullen. Lullen. lullen, lullen, lullen. Ja. En het stond er allemaal. En, uh, uh, en dat was een beetje zoals ik alles eigenlijk gedaan heb. Zoals ik echt jaren geleden, terwijl ik 15 was, in punkbandjes begon te spelen. Het feit dat ik dat zelf kon doen. Ja, ja, dat tuurlijk. zal altijd de rode draad zijn. Je in ziet in mijn... knoppen, hè? dat is top. En het rode draad in mijn leven zijn, en dat kennen dan ook. dat is. Door in control. Hè? You're in control. Het is punk. Hè? Want punk is niet alleen een muziek. je ze ook punk. Hè? Do it yourself. Mm -hmm. Het feit dat je een idee hebt dat dat behapbaar is. Het feit dat je dat online kunt zetten. Dat ik, ik vond dat. Ja, ik, heb, ik ben iets ouder wat het online betreft. maar... En je zult mij nooit meer voze dingen zien doen qua TikTok en raar dansjes, maar ik ben een onwaarschijnlijke fan van online. Mm -hmm. Gewoon dat idee, want dat is echt de punk van nu. Hè. Ik heb ja, dat ook ja. met de Aces, bijvoorbeeld. Ik vind dat een ongelofelijke gast, terwijl dat ik daar eigenlijk niet mee mag. Als ik die dingen zie doen, dat is dat. Maar Holland heb ik dat ook, omdat ik dat ook fantastisch vind. Ik zie daar punk in, ik zie daar... Uh, ja gewoon op, op, een, op een coole manier het systeem niet tegen het systeem zeggen maar wij doen mee bepaalde we eigen regels hè? ja maar je kunt maar dat ja. kon vroeger niet hè nee, dat, komt, nee, dat nee. niet nee. Ja, dat, moest dat je maar weespelen moest je met de ah, spelen. Want ja, al die vooral dat ik vertel over een platencontract dat is eigenlijk old school hè? Ja. Ja, ja. Dat, dat, ik, ik heb daar nog meegemaakt zo. dat je uitgekozen werd en dat je mocht komen ja, ja. nu als je een hit hebt en je zit online als pakket hè en maar dat voelde ik wel direct mee, met de podcast ik en ook alles wat ik vond dat ik verkeerd gedaan heb. Want als ik één ding vind dat ik verkeerd gedaan heb met mijn muziek en dat ik niet doe met podcasten, ook al lijkt die totaal anders te zijn, en dat is ook een gouden raad dat ik geef aan mensen als je mee begint en je zou het niet snappen, dat is je moet een lijn houden. Eén lijn. En dat is een lijn die in alles gaat doorlopen. Dat je consequent is dat, hoe dat je eruit ziet, wat dat je zegt. Wie dat je ze? hoe dat je toe dat dat allemaal klopt. En dat, is, dat klinkt hol en dat klinkt gemakkelijk. Maar wij bijvoorbeeld met een band soms in één plaat was dat te veel. Dat. Dan was het mm. daar. Dan dachten we, misschien moeten we dat doen. Terwijl eigenlijk moeten we van je eigen kracht gaan. En eigenlijk alle succesvolle dingen, of alle dingen waarvan wij allemaal zeggen, dat is keigoed, die hebben dat niet. Die blijven consequent zijn. En daarom, Welcome to the Ace, zeer consequent. Die look, die ja. feel, wat wij doen, dat eerlijk zijn, dat gaan, dat klopt. En, mm -hmm. en, en ik heb zeker met muziek fouten gemaakt. Dat ik soms compromissen sloot. Ja. Omdat we met vijf waren. Daar heb ik ook gezegd: dat doe ik nooit meer. Ik sluit geen compromissen meer. In dit soort dingen. Merk ja, ja, ja. is iets anders. Hè. Maar dat soort dingen: never. Ik sluit niks compromissen. Want daar heb je niks aan. Dat nee. is altijd een afzwakking van, van, van wat je wilt doen. En daar ben ik wel nog altijd blij mee. Welcome to the AA. Tot op de dag van vandaag is daar geen enkel compromis uh, gesloten. Nee en dat denk ik ook verklaart waarom dat het werkt. Zeker. Ja, een Zeker. van de redenen waarschijnlijk. Was dat uw eerste idee? Of had je gij... nee, in begin? Het was het enige idee? Enige... Tien minuten. Tien minuten. U uh, ook okay, die een boek. Uh... Ah, vertoon me er mee pakken. Sorry. Ja, bedankt voor het geschenk. Ah, um... uh, <tomt> oh, maar wacht, ik heb er wel een bij in de koffer, denk ik. Sorry. Dan moeten wij die verloten of uh, we zijn met twee? Ja? samen lezen. Dat is niet een boek, twee keer trouwens. Ah, ah je boek. Ja, maar Rijken maar, heeft gezegd. gezicht. Uh, 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 wat zit je, de tien minuten? Wat bedoelde je met 10 minuten? In het boek staat ook hoe dat het gegaan is, ah, het cool, idee. Ja, ja. En eigenlijk wil ik zeggen: het lijkt alsof er een zwaar masterplan achter zit, maar ik heb er ook wel geleerd, een goed idee. En ik kan ook eerlijk zijn: ik heb er ook niet massa's in mijn leven gehad. Uh, want dat is makkelijker gezegd. Had het dat ik mijn kurk droog ook had. Mm. Het is altijd achteraf makkelijk, maar hetzelfde geld past het niet gelukt. Mm. Hè? Um, en ik heb wel gemerkt dat een goed idee komt vaak snel Ik had ook direct je naam, ik wist ook direct wat ze ja. ging zijn. dus stond in het boek ook echt een eerste e-mail dat ik stuur naar Alex of zo. En dat is eigenlijk, dat is akelig accuraat. Mm. Dat is het echt. En het is ook niet iets anders geworden. Um, van waar komt het dan? Welkom terug. er je dat gezegd? Ik had je direct. Um, ja, dat, ik was aan het denken, ik vond het altijd cool als je... Als je een welkom. Ik vind dat altijd tof. Ik, vind, ik, 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 ik heb al een beetje een, een zo de, om je te zeggen bijvoorbeeld zo uh, sportbeelden met muziek eronder of ik heb al een veel voor dramatiek. Ah, ik heb ja. dat wel graag. Ja. Ik vind dat echt schoon. Bijvoorbeeld ook zo zo een intro ook. De intro, heel intro, een intro vind ik ook wel cool. Zo ik vind dat ook, uh, ach, zo. Dat is toch niet zo tof als een collage van sportbeelden met een sportcommentator ja, die het erover is, ja. muziek eronder. Dat is kiekevel. Ja, ja. En ik vind ook altijd cool als zo binnenkomt, Dat dat dan stopt en echt zo. Welkom. Ik vind dat gewoon een heel straf ding. Ik vind dat ook op, uh, als ik radio of zo doe, vind je dat ook altijd leuk. Welkom. Dat deed. En dan dacht ik, ja, uh, ja dacht ik, hé hey, hey. En dat is ook echt waar. Ik dacht, ja, want ik dacht, ja, in ik, het begin ik kon ik het niet doen. Mensen om mij niet kennen, Alex ik noem, Maar ik dacht wel stiekem, maar ja. misschien kunnen we er ja. nog wel iets mee doen. Ik dacht wel zo. Uh, ja, natuurlijk, hè. En uh, ik dacht, ja. Als maar en dan, dan begint ook mee We zien waar dat van komt ik dus uh, van komt. Uh, dat was het een beetje en het bekte gewoon lekker en leuk. Ja, ja. En, uh, en voor de rest uh, uh, praise Canva want ik kon niks dus uh, Canva 2018 dat was nog niet wat Canva vandaag de dag was <laughs> uh, want ik wou ook niks afhangen van niemand maar ik kon letterlijk ik kan niks Photoshop ik kan dat niet dus ik heb alles zelf gedaan mm. de eerste jaren dus dat verklaart ook het logo dus uh, als mensen denken nou ja maar wel uh, intensief, hè. Dat zo je zou er zo iemand week voor moeten was. aanpakken die dat wel ah, kan. Ja. Want ik vind het tegenwoordig nog altijd heel slecht. Eigenlijk. Ja. <laughs> je zou zoiets moeten zoeken dat je e iemand vindt, zo. een stagiair e of zo. Ik e dan komt hij zo, zeg toch, ik die ik heb die logo beter gemaakt. Okay, dat is goed, maar Magda. mag dat. Alleen maar liefde voor mij. Rijken, goede gast. Uh, even nog, hé, hey, hey. ene gast die je moet hebben, Hun ultieme droom die jij daar zou hebben aan tafel? Na ons, wie zou dat zijn? maar elke heb ik al gehad natuurlijk ja, dus, al twee uh, keer al twee keer uh, ja twee keer uh, ja het standaard antwoord dat zeggen we nu wel heel veel maar het is keeping it real um, ja blijven blijven Jean, Jean, Jean Claude wein, Van Damme is okay. wel ik, dat, zeker voor Alex voor mij ook maar zeker voor Alex is dat dan gaat er wel gehuild, worden denk ik dat is ja? echt dat is, ja Alex ook de gevechtsporten en het, het het ja dat was ja, kickboxer ja, eh, uh... Voor mij is het gewoon ook omdat en ik koppel er ook nog graag Matthias Schoenarts aan. En dat zit een deel omdat ik heel veel respect heb. Ik ken hem. Niet. Ik heb hem ooit wel eens, het is grappig, heeft ooit ontmoeten dat hij nog niet bekend was. Want mijn vader gaf lezen aan Studio Man En ik weet dat hij we ooit op een theaterfestival was en dat hij er toen kwam, kwam bijstaan. Want ja, hij was ook gekend in het Antwerpen. Mm -hmm. wel... uh, maar ik vind dat wel. Uh, ja, ik ben altijd gefascineerd door mensen die iets hebben gedaan dat ik niet gedaan heb. En da daarom ben ik altijd blij met gasten. zie dat je gefascineerd bent door heel veel mensen. Ja, maar dat is ook zo. Daarom ja, we, ja. Dat is ook onze speeltuin. Hè. Elke week allee, we hebben we een aantal overlappende gasten hier, maar dat is bij al hetzelfde. Nee. Je, je, ja, je kent niet iemand die in de Champions League finale heeft gezeten. Hè. Je kent er geen tien. Nee. Dus je kent niet iemand die, die, die het uh, sportpaleis heeft verkocht. Ja, de NAVES ken ik uiteraard goed, maar zelfs dat, dat, is het zon dat zijn uitzonderlijke dingen. En ik ken dus ook niemand. Die Charlie Sturron in, in zijn GSM is zitten. Hmm. Uh, ja. ja dus hij toch een die effect. zat op Tinder een paar jaar ja, geleden. Dat uh, ge gaat gewoon met swipen. Ja, ze erover. Met swipen zat ja, per ongeluk met je gespoten. Ja, maar voilà. dus, zoals... You missed a match stond er. wat zijn een ultieme gessen. Ultieme gessen hier. Wat uh, was met Kurik Droog op de stoel van... Uh... Uh, snel Eminem snel ja, antwoord Eminem, snel ja, antwoord ja. Eminem. Sergio Ramos, Soumanne, zo dat niveau. Ja, denk ik. Eminem, Eminem ja, is een held. Hè. Goh. Ja, denk ik wel. Ja, ja, het is alleen, ja en, en dat is ook tof natuurlijk, want ook het Never Meet Your Heroes ding is wel. Want dat heb ik wel een aantal keer wel meegemaakt. Ja. ja. Dus Kanten dat ik, <laughs> ik, ik, ik heb, is dat altijd te luisteren. Ik er altijd aan die climax. Dat is van niemand dat je zei van oh dat was eigenlijk wel een chillen Beer. Ja. Hoe nee, was ik bijvoorbeeld? Je wordt eigenlijk uh, heel tof. Jij wordt wel ti meer timide dan ik. Ja, denk ik, ik. Ben rustig een rustige held, hè? Ik, heb al een aantal, ik heb al een aantal, muzikale helden gehad, waarvan dat ik mee op tour ben geweest. Dat ik, dat een aantal geweest, dat ik, ik heb eigenlijk met al mijn helden kunnen spelen. Moet ik er is toch zo'n band waar dat jij nu niet meer naar kunt luisteren? of zoiets? Ah ja, ja. Dat Was dat is, niet zo? Band, ja, die ja. Gaat je die ontmoeten en Je wordt er een gigantische fan van. Je gaat die gast ontmoeten en zo. Fuck die muziek Nee, nou, uh, zoiets. Er zijn er, wel, er zijn er wel een paar waar je zo voelt van. Uh, van uh, niet dat ik niet meer kan luisteren, maar, maar ik heb bijvoorbeeld wel. Ik heb een tijd. Ik heb een van. Ja. En uh, man, ik, nog altijd. Maar daar luister ik nu wel nog altijd naar. Maar dat was wel zo. Ik zit trouwens ook in een videoclip van hate-breed, dat is wel grappig. Omdat ik op die tour toen. Uh, ja. uh, Rodi was, dus gezien mijn droekavind. Ze hebben daar toen zo'n tourclip van gemaakt. En ik weet wel dat dat. Dat was echt. Allez, ik vond dat ik vind dat altijd onwaarschijnlijk goed. En ik was met die gasten op tour. Want ik had dat, ze mij zelfs toen gevraagd om er te blijven werken. Maar dat was echt roadies. En, en ja. daar zag ik eigenlijk niet zitten. Want we hadden. Kort, we hadden Susine Rodies. Dat is eigenlijk een gitaartechniek. Dus bijvoorbeeld een band op tour. Maar je hebt dus eigenlijk, soms zie je dat toch op een optreden dat iemand een gitaar kon brengen. Ja. Ja. stemmen. Zo, uh, ja. Een technieker eigenlijk. Je hebt ja, iemand ja. Dat het licht toe, het geluid toe. Je hebt een tourmanager. Maar je hebt ook echt mensen die. Een drumtechnieker. Ah, ja. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk een, op tour de hele tijd. En dat ja zich... Een... je stemde die in ja. dan basically. ja of je stelde op in zo dat wel... ja, ja. ja maar ik kon dat natuurlijk ja, omdat je, ik heb er ook ja, gehad ja. die dat voor mij deden maar dat is natuurlijk ja daar kun je wel mee verdienen en dat, is, dat betaalt ook niet per se slecht uh, en dat was wel. Ik heb er wel een seconde over nagedacht, maar ik merkte toen ook wel, en dat is misschien wel interessant. Ik merkte ook wel van ja, ik stond ook liever op het podium ja, ja. dan aan de zijkant. Nu wat ik altijd wel zot gevonden heb is als ik die job toen had aangepakt, is dat Nadine een Rodie, een gitarist geworden is. Ah. Dus ik heb wel soms ja, en, en dat is echt eigenlijk mag ik dat niet zeggen, want dat is niet butterfly effect. En wie denkt er wel dat je zei, dat je dan dat had geweest? Want waarschijnlijk ook niet. Maar dat is wel iets dat ik soms denk. Ik geloof wel in een lot ofzo. Ja, 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 ja. Wat? Ja, want ik, ik, toen heb ik werd dat je het wil doen of zo, maar ja, ik, zat dan, ik zat dan ook weer boven pijn. Ik was aan het spelen. En ik dacht, dat komt ook niet goed. Want dan zeiden echt, ik was nu, met, er is een verschillen dat je 150 dagen op een jaar wegzet, of je zit er 300 weg. Ja, 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 dat zou wel. Maar om het te zeggen, uh, maar wel, toen met die gasten, met die zanger of zo, vond ik ik wel achteraf. Dat ik dacht, wauw, ik heb wel echt uw, al uw teksten liggen meezingen, maar ik heb wel een paar keer op die tour dingen zien weten doen en zeggen. Dat ik dacht, fuck. Eén voorbeeldje, gewoon een lul. Nee, geen een lul, maar zo... zo... ja... Never meet your heroes. Eh? Ook een beetje en een aandacht zoeken. Ah, ja, ja. Dat was eigenlijk hetgeen dat je vaak hebt met, met, met bands, en zeker ook wel Amerikaanse bands. Dat verschil met Europeanen. Wij zijn veel nuchterder. Eh? Ja. Maar, ik bedoel, dat is Amerikaan is ook maar, zo. Oh man, I think I'm gonna pass out. En die ben echt twee jupelers op. Hè? Dat is, bij een Amerikaan is het altijd. Hollywood, hè? Het is ja, altijd is Hollywood. Wel, nee, dat is ook, die, die kunnen letterlijk de kamer uitsloffen. En dat is een verhaal van zeven minuten. En ja. op zich is, maar zo. Ja, maar ik heb ook een aantal mensen gehad waar dat, dat totaal wel was. Hè. Het is niet... Maar ik snap het wel. Zo. never meet your heroes. Ja, maar dat is ook omdat je denk ik je, je plakt er zelf ook veel bij. Ja, ik ben echt grote fan van Sergio Ramos. Ja, hoezo ga ik Intini, ga zitten shoten? Alleen snap je. Ja, maar dat is toch een goede gast. Want dat... hoezo een goede gast? Jij bent er toch geen bal van. Dus ik denk dat dat ook is. Je kent die niet persoonlijk, maar omdat je er zoveel naar luistert of naar kijkt, krijg je de illusie volgens mij dat je die kent. Tussen aanhalingstekens, volgens mij. Hè. Wat je hoopt dat die is. Hè? Wat, dan krijg je Want, dat beeld ja, inderdaad. Dat is wat wat je hoopt dat dat, je... oh, dat is een goede gast en dat ja. is en een strijder maar en langzame, is. Maar langzamerhand moet en je denken: nee, eens... ja, oh, dat is een fucking lul eigenlijk. Je moet ook eens de een vraag stellen natuurlijk, en dat is gewoon ook niet voor algemene. Maar wat voor karakter moet je hebben om het niveau te bereiken. Dat die mensen waar wij naar opkijken, nee, ja. bereikt hebben. Ja, dat hadden vaak niet als je een normale, een toffe, nee. een sympathieke. Nee, nee, nee dat nee. zijn psychos, he, nee, allemaal. Ja. Want die hebben allemaal op een bepaald moment gezegd: De wereld verwacht ja. dat ik dit doe. Nee, ik ga alleen dit doen mm -hmm. en het kan me niet schelen. Die zijn egocentrisch, anders nee, ja. kunnen de top niet bereiken. Nee. Dus het is ook niet raar dat dat vaak um, Dat is. Je hebt zelfs nodig, denk ik, zo'n karakter. Je moet een beetje een uitslag man om aan de top te gaan. Of toch. Pot. Iets waardoor ja. je op een bepaald moment erover, over lijken had. Nu ja. weten we ineens waarom dat ik niet weer al beroemd ben. Hè. Te vriendelijk, <laughs> te lief, te bescheiden. Maar je het toch over jezelf laten draaien, dus dat is toch, is toch ja, nog open. Daar ja. zit iets in, hè? <laughs> maar niet genoeg, hè? Niet genoeg, hè? Daar is het hem juist. Zeg je, uh, en, en je bent nu vijf jaar bezig, hè? Net het, uh, het uh, vijfjarig bestaan, de jubilee gevierd. Proficiat, hè? Ja, proficiat. Ja, maar, dat, is, dat, is dat was een prestatie. succes. Dat was een succes. Ja, Wanneer stopte? Heb het daar al iets? Is dat iets waar je al eens over hebt nagedacht? Gaat het ooit op zijn? Ik bedoel dat absoluut niet negatief. Oh, ja. of zo. Zodat we ook eens wat views kunnen halen. Dat is ermee. Ja, uh, uh, dat is een heel terechte vraag. Wanneer stopte? Wel, uh, maar, is Vlaams op den duur. Uh, ja, uh. Fijn, er komen altijd wel al nieuwe mensen bij me gesnapt over waar we vandaan komen. Van, het, zoals het, bijvoorbeeld met muziek. Je hebt ook gezegd: op een bepaald moment, scht, gedaan. Is het hier al zo een.? In, of of ja, uiteraard is het nog altijd super succesvol, dus dat is nog niet aan de orde. Ah, wel, ik, ik, ik kan daar ook heel eerlijk over uh, antwoorden. Ik, het zal blijven duren zolang dat we het leuk vinden. Zo je het voelt, hè, ja. denk ik. Ja. En dat is. Goh, man, wat een holheid. Hè? Dat is echt. Uh, uh, ja, natuurlijk, zolang je het leuk vindt. Ja. Maar echt. En dat komt ook wel omdat, ja, ja. Je, omdat je ook die andere dingen. Want muziek heeft mij enorm veel geleerd. Echt ja. enorm veel. Dat, hoe leuk dat. Het was top, super, maar ik heb daar echt vooral geleerd van. Alsjeblieft, geniet nice. Geniet van, en ik geniet ook veel harder. En ik vind dat ook gewoon tof. En, en, ik, en ik heb veel, ook dat het relaxed zijn, Want natuurlijk hebben dat niet, niet al onze afleveringen zijn dezelfde views. En je, je weet ook als je een Topgast, dat, mm. dat dat meer is. Maar ik had heel snel door na, na, na een jaar en een half. Als onze eerste twee, de run van de twee jaar, dan zitten waanzinnige dingen bij. Maar je voelt ook van: je kunt dat niet aan niet houden. Nee. En B ook, je begint ook te merken: ja, maar eigenlijk is wat wij willen doen, het is een combi. We hebben ook een aantal mensen bij ons gehad die een beetje de sterren van morgen zijn. Mm -hmm. En daar heb je ook voldoening van. Zo mensen, dat ik zo voel, van, nou, je zo voelt van. dat het Carol Sabber en de geluid toch eigenlijk een beetje groot. Allee we hebben hem niet ja, bekend ja. bij het grote publiek toch wij zullen er zeker al meegelopen ja. hebben en, 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 en natuurlijk heeft de Carol dat vooral al duidelijk ja, ja, vooral ja, ja. zelf vooral maar sinds we van die dingen hebben we er nog een aantal mensen en ik vind dat ook tof want dat is ook zo dat is ook leuk en dat is spannend en dat voel ik wel dan is er ook geen einde hmm. omdat als je zegt we doen alleen geert Verhulst en Tom PV's wijzen, hè ja. wat, wat veel podcasts doen en ik snap ook hè, ik snap ook waarom dat je dat doet want natuurlijk dat is ook zo als je hier geert zit. Of ik zit hier, dat is een gigantisch verschil. Dat is ook dat, 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 en dat is ook. Je kunt dan zeggen, ja, maar ja, dat maakt niet uit. Ja, wel, dat maakt wel uit, want dat is ook hetgeen waar je het toch een beetje stiekem verdoo. Maar geleerd wel. En heb ik toch wel geleerd dat het, als je het lange termijn wil houden, moet je daar rust in vinden. Dat is niet erg. De, de views. Wat zijn ook views? Wat zijn ook downloads? De reden van mijn bestand. Ja. <laughs> maar dat snap ik ook. Nee nee. Maar dat is wel dat is een het... grap. Dat ook geen grap is. Ja. Nee nee. Maar natuurlijk met die straat, Maar het gaat over een impact, leefta, ja, ja. voelde en dan merkte soms dat kleine dingetjes dat je hey, dat vond ik wel kei interessant. Of en ik geef altijd dat voorbeeld en dat is tof, want er is een link met u. De een if, de knife? Nee, Yves, uh, ah, de knife, kibiepoort. Ah ja ja, ja de knife, hey. sorry sorry ja. Hey, dus wat hou die Ken wel eigenlijk al eens de stad dichter. Kunnen we dat we ooit al eens echt gezicht hebben? Uh, oh, oh. Op, iets, op een platform. Maar dat was dus eigenlijk. Ik, we moesten, Humo had ons gevraagd voor een soort een reeksje te maken. En dat ging eigenlijk een beetje in het kader van andere stemmen. En dat was eigenlijk. De maker van Peel en Alex hadden een interview gedaan in een Humo. En nu zou dat interview een beetje ge, ge, ge achterhaald zijn. Want dat waren. Met Ga even mee. Dat ging, echt over een aantal jaar geleden. Toen, ook het, het, toen was het ook eigenlijk best, was toch, nog geen naam. Het ging wel over de nieuwe wind en ja. progressief. En die gasten en ook humor en dergelijke. Dus een interview waar je er nu veel te veel van gelezen heb. Maar toen was dat eigenlijk wel een echt een tof interview. Ja. En dan zit er toen ook een, een andere heel goede dan in de standaard. Uh, en dus, dat, dus Humor Zuma echt van, kunnen we, niet, kunnen we niet iets doen en met, met comedy en nieuwe stemmen? Lang vooral kort. Ik moest andere mensen zoeken. En uh, en toen hebben wij gebabbeld, want wij kenden elkaar toen. En ik was toen met een uitleg ontmoet. Ik zeg: zoek da en da, en wie witte jij? En toen kwam de geef met Yves, uh, Yves Nelen, de stadsdichter. Een fantastische gast. Ja, ja. Maar hoe dat jij hem beschreef, zo was hem ook. Hè? Ah, ja. een, uh, een, een, wat ze noemen iemand die de kamer vult. Ja. Uh, Absoluut. Ja. Met zonlicht. Ja, en, 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 en zo'n zo, 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 gast. Zo hard van de wereld en tegelijk ook zo Vlaams. Geadopteerd. Ja, ja. Maar ik bedoel, hij representeert eigenlijk heel de wereld. Fantastische gast. Effectief, je komt bij ons en je deed van alles. Uh, en Je was zichzelf. Ja, oh. En dat is een heel toffe aflevering. Dat is een aflevering met views, met downloads. Goed, en dat je op de humor wat gedaan, maar op zich niet zo mega zot. Maar waar komt een butterfly effect? Op alle moment. Stuurt de Wim Helze toch wel een legend in the game. Die stuurt een, een bericht aan mij. Ik heb die podcast geluisterd met een Eve, Kibi Puattinelen. Ik had er nog nooit van gehoord. One kerel. En een paar weken later zit een Eve, Kibi Puattinelen in de winteruur. Wat voor hem. Als dichter ja, ja, ja. op dat moment uh, is een Champions League. Champions League is. En waarschijnlijk ook de duw is dat je gast ook nodig heeft, want die is ook met zijn shit bezig. En dat vind ik wel cool online, want eigenlijk komt dat nog altijd allemaal door dat moment dat ik om die tafel zeg: aan jou. En jij zegt: Weet wie? Ik ken je niet kijken, maar volgens mij is dat wel iemand dat dat zou kunnen doen. En dat vind ik cool online. Want dat is, ja, ja. Dat is, dat is netwerk, dat is, dat is uh, hoe dat gaat. Angel Talentscout Redondo, hè. dat is de nieuwe naam. Ja, laten voilà, dus het uh, artiestenbureau uh, opstarten. Uh. Nee, dat, natuurlijk is dat tof, alstublieft. Uh, waarom ook niet? Um, je hebt er juist ook gezegd, hey, um, thuisslapen, hey, 300 dagen weg zijn of 150 dagen weg, dat is een gigantisch uh, verschil. Thuisslapen is superleuk. Maar ik heb uh, van onze goede vriendin Marijke. Wat um, zijn we gaan diggen? We gaan nou, diggen. Ja, ja. Ik heb gehoord. Dat je ook eens een nacht buiten hebt geslapen. Is dat nu in een auto? I don't know. Uh, of in de goot? Nou, Sabrina, waar je ze hebt gevonden? Dat weet ik ook niet. Uh, na een feestje in Leuven. Uh, is er nog iets dat jij ervan herinnert? Of totaal niet? Of was dat een urban legend dat niet bestaat? Je kwam van een feestje van Radio Willy. Oh, en je had een ja. dag daarna een live. Ja. ja. Je hebt daar in die tussentijd er je blijkbaar ergens. Buiten geslapen? Ja, op school niet veel. Uh, ah, school nee, nee, nee. veel. Ik kan uh, hier wel eventjes een parking serieus onder de bus gooien. Maar als je op het. Uh, hoe noemt dat groot? Is dat Ladeuze-plein? In Leuven, hè? we zitten weer in Leuven. Leuven, ja. Okay. Uh, een depot eigenlijk. Dat plein on depot. Ik denk dat dat Ladeuze. Je ja. In ieder geval, Leuven, depot in Leuven is, uh, is een prachtige zaal. Dat was een feestje te doen. Maar erachter zijn is ook een, 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 een parking. Zo een, een, een typische betaalparking van de cinema. Ja. Maar je doet een hele grote parking onder het plein, en die hadden ze gezegd: doe mm het -hmm. nou, Ik had die een afrit gemist. Maar letterlijk, 20 meter verder was er een andere parking. En ik heb die toen uh, gepakt. Oké. Okay. Het is vooral duidelijk: Het belangrijke info voor dit verhaal, het is, dat was eind vorig jaar, hè, 2022. Het was niet in het jaar 1994. Hè, <laughs> ja. Want wat bleek: dat feestje was gedaan om, uh, ik weet niet, drie uur of zo. Of in ieder geval, het was op. Ik denk pijnlijk want ik moet morgen in de Naremberg zijn op tijd voor die live. Dat was zo'n uh, Mad Goat met de Pedro. Ah, ja. Dus ik dacht, ik kon nu wel vertrekken, want ik moet toch een beetje stem hebben. Die parking sloot. <laughs> <laughs> Als in gewoon Porto. Porto. Bellen. Man. Ik zeg het, is niet 1994. Nee, ja, ja. Een parking die sloot. Ja, hier in Antwerpen kennen we dat natuurlijk niet. Hè? Nee, maar blijkbaar... In Leuven ook niet, was dat een enige. Dus ik ah. wil je wel echt met gevaar aanmaken. Ik denk dat je Kinepolis parking heet of zo. Ja. Maakt niet uit. In ieder geval, ik kom eraan. Allee, bleek dan nog een hoop andere volk? Zo'n zo band, RIA. Ja, ja. die, 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 die waren er ook allemaal. Iedereen stond. Martelaarplein. Iedereen stond daar te kloten tot en met. Bellen om een gast. Oh, ja. Zaterdagavond. Hè, die gast. Ja, sorry, de parking is dicht. Ja, daar kunnen niks aan doen ik je, kunt je dat niet open doen nee ja. ik je weet ook dat die gast elke zaterdag die die jezelf ja. nou, in ieder geval ik kon niet anders ik moest dus wachten tot zes uur het was drie uur het was ijskoud ook al mijn kleren lagen in de noten dus ik zat er zo maar ik had van dat feestje rechtstreeks ja, ja, dat, en dan ja, ouais. uh, neem no, ik zo naar no dat studentenplan de oud in Leuven en Heb ik die daar tussen de studenten om Waar caféjes doen nee, of zo? Nee, ah. want die begonnen ook al zo wat dicht te geraken. Zo. En ik heb ik zo van drie tot zes in een pita bar gezeten. Oh. <laughs> met allemaal zatte studenten. Die hadden dan ook allemaal hun verhaal komen doen en dergelijke. Oh maar in de kou. Tot en met. En, uh, ja, Was een goede pita? ja de, de, niet, hij was in ieder geval niet groot genoeg voor drie uur met de nee, film nee, nee maar drie uur vullen ja drie uur pita. Oh, man dat, dat was zo. drie uur. Dat was, ah. was er niet zo een of andere gure voetbalmatch op op een tv of zo dat je kon volgen hè niks dat dat was niks. ook zo in de winter tot en met ja dan echt ja dan zo dat allemaal ontwachten geweest zo het ochtendgeloren de zon met die zo. met die man ah, ja, een band dan ja of... ja maar die, die waren dan ergens anders nou. toen die dachten een ander plan en dat was echt als uh, oh, hè. Het was niet de pascha, maar het was zo Verschrikkelijk. En dan, ja, dan heb ik xmorgens die podcast gehad. En als je die zou luisteren met de Peter, dan hoorde je wel dat mijn stem volledig weg is nee, van de nacht. Ja. Uh... Had de toen nog iets geslapen? Nee, nou, niet veel. Hè, want ik heb zo in die pitas in slaap gevallen. Och, dat is En dan ook zo'n gast om mijn been gehad. Die allemaal van die ja, dat dan ook heel zijn levensverhaal kan vertellen. Maar ik kan dan ook niet onvriendelijk zijn. Oh, ja. Ja, maar uh, nee, parkings moeten echt wel. Open blijven. Ja. 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 ja, ik kan er niks aan toevoegen. Dat is gewoon waar. Dat, dat nog kan. Ja, dat is raar. Dat is, bizar. Dat, is raar. Dat, is bizar. dat is bizar. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe foto. Ja. Het gaat, uh... oh, we zien hier een. Uh, doing, dat, dat is research doen. Dat is research doen, dat is gelijk dicht. In, uh, ja, dat is hier uw favoriete film hè? Uh, voor de luisteraars. We zien hier uh, Russell Crowe in uh, The Gladiator. Waarom is dat zo'n goede film? Want jij bent een filmfan, toch? Een ja, filmfan had gij... een filmfan en dat is eigenlijk. Als, als, als vroeger uw klasgenotenboekje zou ingevuld moeten worden. Dat ah, is ja. lievelingsfilm. Dat zeg ik zelfs op mijn 45e altijd: Gladiator. Gladiator. Uh, waarom? Ik vind dat een. een, een dat is, hey, ik zit hier geen geheim te vertellen. Een zeer succesvolle film. Maar dat is voor mij een beetje de goede combinatie van Hollywood grandeur, hm? maar tegelijk. Ook wel, uh, hmm. ja, zo, uh, hoe zeg dat, intellectueel popcorn entertainment. Ja, okay. Hoe, hoe dat ik het leven zelf ook graag hip. Ja, ja. Ik heb het graag, ik heb het graag niet te oppervlakkig, dat heb ik ook niet graag, maar ik heb het ook niet graag te, te diep. Nee. En dit zit daar perfect tussen. Uh, ik geef toe, ik ben uh, een collegekind, dus ik heb ook... Uh, de zeer nuttige richting Grieks-Latijn gevolgd, hè, waar ik nog altijd op de dag van vandaag de vruchten van proef. Ik ja, ja, zou was niet was weten waarom, maar ik ja, denk dat ik altijd wel iedereen. het Onze Vader in het Grieks kan, denk ik. Ah, oh, prachtig. Uh, maar in het Oud-Grieks dan nog. Maar natuurlijk wel wat liefde voor Romeinse Rijk. Ja, en dat is uh, Russell Crowe, de rol van zijn leven, of zijn doorbraakrol. Ja. Ook de favoriete film van Bart de Wever is mij ja. uh, verteld ja. door ja. één iemand. Ja, klopt. En hoeveel heb die dan bijvoorbeeld gezien? je zo'n film dat je dan duizend keer hebt gezien Ja, wel? duizend is dat doet niemand natuurlijk, maar ik heb die wel veel gezien. Ik heb vooral ook... het, Kun je dialogen meedoen? Father of a murdered son, husband of a murdered wife. Oké, ja, ja, ken ja. zo uh, ja, dus... ja, so the beating heart of Rome is uh, not the marble of the Colosseum. En a... marble of the Senate, is the Senate of the Colosseum. Dat zo die. de Jonathan ja. Phoenix die dat dan. Ja. zo... Uh, zo uh, Voor uh, de luisteraars ik doe het duimpje. Wel, het ding is wel, oh, pijnlijk. Schoon, ja, als, je Goed. De, als je over de Gladiator praat, moet er een pin bij blijven <laughs> nee, is mij, zou... nee Het goede is wel aan die film. Um, het, is, het is wel weer muziek, maar sorry, dat is nou gewoon eenmaal een rode draad in mijn leven. Uh, ik was toen, dat die film uitkwam, was ik op tour met een band, um, die je waarschijnlijk niet gaat kennen, maar wel een grote punkband. Sick of It All. Nee. Uh, maar sowieso, luisteraars hebben dat niet kennen. En ik was toen op tour, dat was eigenlijk mijn eerste grote tour, ik was zo 20, uh, nee 21 denk ik dat ik was. Dat was zo de eerste echt grote, maar dan bedoel ik wel zeggen, echt zalen à la 013 in Tilburg, hè, waar, in, 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 in ja, ja, heel Europa, Engeland, dergelijke, alles, alles gedaan, dat ik dacht, alright, dit vind ik wel leuk, ja, ja. volle zalen. Little did I know dat als je dat alleen moet trekken, dat dat, dat niet altijd lukt die gasten waren echt mijn helden. Zeker veelal was de reden dat ik into punk zijn geraakt een grote band uit New York. En ik heb toen heel vaak heb ik toen uh, met die drummer Armand Quotes van Gladiator liggen doen en ook met de zanger. He, dat was altijd, altijd, altijd erover babbelen. Zo hard zelfs dat ik toen een bijnaam op tour kreeg: Maximus. Oh. Ja, dat was mijn een bijnaam. Maar ook later op messageboards. Ik, dus ik, naast ik, Rico Suave. Rico, maar Rico Suave, dat is iets. <laughs> Dit is cooler. En, uh, en, en Maximus was ook altijd mijn bijnaam op de messageboards. Want ja, sorry. Uh, dat is natuurlijk echt die, een, die, een, hoe zeg ik dat? die een Steve Buscemi-meme uh, van uh, Hello, uh, ja, young <laughs> fellow young kids. kids ja. maar in, in rond 2000, ja, dat was, dat was zelfs nog voor MySpace, was eigenlijk alle social media was op messageboards. In ieder geval, dat was altijd mijn nickname. Ik heb later ook wat DJ-sits gedaan daar zitten vokken heeft dat dan geregeld? die zitten mij ook altijd als DJ Maximus. Oh ja. En dat komt eigenlijk allemaal op uh, 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 Psycho of uh, komt uh, En ik weet dat ik op die tour verjaarde en dat we in Berlijn speelden en dat was echt Uiteraard een volle zaal, want ik, uh, ik had ze niet gevuld. Het was zeker vooral dat ze gevuld had. Zo echt duizend man. En dat was mijn verjaardag. En dan hebben ze mij op het podium geroepen. En dat is zo... Dat is zo zeut. Maar ik kan het toch zeggen. En toen... Uh, toen uh, die zanger... Maar ja, je moet weten dat ze mijn helden. Zeker vooral. Ja, ja, ja. Dat ze de reden dat ik naar die muziek luister. Dus het feit dat ik al ja, ja. op die tour zit. Dat die zanger mijn naam kent. Dat hij mij op het podium haalt. En dan heeft hij zo gezegd tegen duizend Berliners dan. Zo allemaal... Hey, uh, this is my friend uh, uh, Andries. Uh, but we call him... Uh, Maximus, can you all yell uh, Happy birthday, Maximus. En dan hebben we zo duizend mensen. Happy birthday, Maximus, die groep. En ik. Als je dat vertelt, is het echt lullig, man. Toen heb nee, valt er, wel gewoon mee. Ah, ik ah, wel dingen. Dus uh, om het te zeggen, die film zal altijd bij mij ook vooral. Gelinkt zijn aan die dingen. En vorig jaar, ik weet niet of je die foto hebt, maar vorig jaar heb ik met gezin um, de velden bezocht. De velden bezocht. Ja, ah, de, de, de. Die, die foto hebben we niet, maar dat, dat verhaal hebben mij persoonlijk ook verteld. Oh. Die gaan we er wel in monteren. Die oh, monteren. Ik ja. zal die foto bezorgen. En vorig jaar hebben we echt Toscane gedaan. En uh, uh, als je... Ja, net, ja, ik toon al wel, maar als je, zo, ja, als, uh, als je zo wat ouder wordt en je begint met gezin op reis te gaan. Eigenlijk moet je geen gezin hebben, maar je weet. Het is altijd een beetje pick your battles. Ja, ja, laatste well, hey, is pick your battles. Ik snap erom dat soms mensen een all-in doen, dan hebben weinig keus. Ja. Dan is het ofwel daar restaurant ofwel daar restaurant. Mm -hmm. Maar als je dat niet doet, ja, dan is het toch wel gaan we daar of dat doen. En ik wist dat we gingen langsrijden. De Gladiator Road. Hè, voor de mensen die hem gezien hebben, je weet wel, als ze hem, ja. nou, hem eigenlijk like, een zot op zijn paard naar ja. ja, zijn vermoord gezin rijdt. Oh, naar je home hè, ook? Ge ge Ja, geweldige, geweldige scène. Ik had dat natuurlijk opgezocht wat dat was. Um, en wat bleek, het was maar een detour van 40 kilometer. En dan gewoon niet uh, onze, onze, onze hand draaien. En zijn ben ik er langs gereden. En uh, ja, ik vind niet echt de selfie-koning. Maar ik ben toen gestopt. En we hebben toen. Sabrina was cool, en zei: Ja, ik snap het. Ik snap het. Doet dat maar. We uh, uh, begon dat toen. Maar dan begint dat. Want natuurlijk, die film is opgenomen in 1998. Ik zit daar in 2022. Een veld is een veld. Maar een ja. veld verandert ook wel. Uh. Dus ik wist eigenlijk wel op basis van wat dat ongeveer was. Maar ja, als je er dan effectief staat in zo'n filmshot, ja, is dat, is dat weet ik veel waar, een helikoptershot, dan zie je dat. Maar als je effectief ja, daar sta, nee. dat is ook. Er is is het, een... maar wat het is maar mooi het is. Ja, en ook, dan moest ik beginnen twijfelen. En wat bleek nou ook nog eens, dat die weg, dat die ondertussen was opgekocht door een BB. Ah. Of, of in ieder geval ja, een, ja. een, 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 een hotel of zo. Dus je kon er daar ook niet op. Waarschijnlijk waren die ook al die toeristen al wat beu. Ja, ja. Dus dan heb ik zo de slechtst mogelijke selfies liggen pakken. Zo. En in het begin was er nog heel veel begrip. Hè? zo van Oh, tof. Hè. Zelfs ons Jonah. Oh, papa, je lievelingsfilm. Maar ik, ik, dus ik zeg nog eentje, nog eentje. En toen uh, dacht ik dat ik een mat, ik zit terug in de auto, want we moesten naar ons echt hotel. En ik zie op die gsm en ik denk, oh, dat is echt niet zo'n goede foto eigenlijk. Maar ja, ik begin toch te rijden, maar ik kan dat dan ook niet loslaten. Ja. En dan begon hij me aan de kop van: ja, dikkels kom ik, ik no, hier niet nog. meer. En dit en dat. En dan, dan heb ik teruggestopt, oh. was een 100 meter verder. En toen voelde ik al, ja, hier je gaat iets tanden uh, stoppen. dan. Ja, ja, dan we... <laughs> en dan heb ik, ben ik er toch nog in geslaagd om iets te pakken dat erop lijkt, als je goed inzoomt. Uh, en zeker als je naast legt, ik weet dat het echt was. Ik ben er geweest. Ja. Maar Eigenlijk wilde ik natuurlijk die wandeling helemaal door. Maar één blik naar de achterbank en opzij. En ik wist, Ja, dan gaat we alleen moeten gaan. Ja, we ja. Gaan we op een paard ja. die je weg ja, ja, ja. Maar ik ben er wel geweest. Het is een prachtige streek, hè. de Val d'Orcia, uh, Echt Toscano, zoals je het kent. Uh, en ook effectief, ik heb er wel opgezocht. Ze zaten ook allemaal daar in het stadje. En inderdaad, wat ga je zeggen, die scène met het. Met het uh, dat hem de handen. In de hemel ja. ja, nee, hè. Het, nee, het is ook wel, nee. wel voor alle duidelijkheid, en dat wil ik wel even zeggen: het is hier niet vakantieland, Vlaanderen vakantieland, maar het is wel een prachtige streek. Dus je snapt dan ook wel waarom dat ze die locatie ja, ja, gescout ja. hadden. Ja. ja, maar ik vind dat ook, allee, dat is, ik vind ook een heel goede film, misschien niet mijn leven maar ik vind dat wel de film met de graafste muziek. Oh, Hans Zimmer. Vind, Hans Hannerhemel, hoe noemt dat leken? Ja. Ja. ja, met Lisa Gerard van Dedekendijn. Ja, yeah, ja. Die hoge stemmen zingt, ja. dat, dat vind ik. Prachtig. Hè? ja ik ik had ze daar vroeger zelfs gewoon op in de notte dat leek. je ik snap het ja dus al ontroerd van voor ja ik denk ook dat het een van Hans Zimmer hè, ja, dus... die dan nu ook sportpaleizen vult zelfs ja, ik ben is... niet gaan zien maar het schijnt dat ook echt wel top ja, is ja. want ik wil eigenlijk stiekem toch gaan zien want hij komt nog naar Paleis 12 uh, ja geweldige componist geweldige <laughs> film uh, en inderdaad ja, ik, weet het, ik weet dat van uh, van Alex uh, dat Bart de Wever dat dat inderdaad uh, ook zijn lievelingsfilm is uh, ja, de link is, is dadelijk zeker. Geschiedenis en uh, ja. Griekenland en Romein en, uh, whatever. Uh, Bart uh, is er een, een fan van, heb ik gehoord. Ja, ja en, uh, die doet dus dat was een coaching op tafel te smijten. Ik denk <laughs> nog wel bij ons aan latijn ja ja ja. ja, 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 soms. Uh, ja, dat is wel, hè, dat is echt zot om die richting eigenlijk. Hè, dat je dat zo. Ik heb altijd gehad, want ik kon in school ook kiezen en dan. Mijn ouders, ja, Latijn. En, maar, die, maar niet verplicht of zo, maar ik had ook altijd zoiets van. Waarom ga ik naar nou een taal leren die niet meer bestaat? Ja, dat Zodat is wel. Uh, ga ik maar een tijdje naar je. zoals Nederlands nu. Oeh, <laughs> Goeie. goedje. Ja, voor de goede verstaander. Voor de goede verstaander. Ja. Um, ik ben nou jullie zijn meer filmfanaten als mij. Um, als jij een filmavond zou organiseren, buiten de Gladiator, en je zegt drie filmen, die gaan we zien. Tak, tak, tak. Welke zit jij erop of moet jij er eens over nadenken? Nee, ja, het is drie. back. En... Drie is sowieso onmogelijk, hè? Maar ik zou Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar wat ik wel... Of, als, ja. 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 Godfather toch wel, denk ik. Ja, dat zijn ik ze allemaal kwijt. Hè. Dus ik kan gewoon Godfather zeggen. Ah, ja, ja, gewoon God, één, ja. ja, Godfather ik als één toch wel. Vind ik, uh, ja, dat blijf ik nog altijd wel strak vinden. Zeker van dat soort films. Dat uh, vind ik nog heel, 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 heel straf. Ja, in mijn, mijn lievelingsfilm als kind, ook al is dat niet geen meesterwerk, maar zo'n Big Trouble in Little China, dat en wat, is zo'n dat? Dat dat zo Carpenter-film, ja, dat is zo met Kurt Russell, maar dat is ah. echt zo'n jaren tachtig uh, magisch actiefilm. Hey, ik, had ook, ik had ook even goed... Uh, ben mijn van spreken, uh, Beverly Hills Cop Of wat yeah, sporters dus Is dat een so Back to the Future vibe? So nee, so nee, nee he he, helemaal not. niet. Dat is echt zo'n. <laughs> ja, een beetje een campy. Uh, Kurt Russell is zo een truckchauffeur. En die moet hem vechten tegen zo, uh, zo oh. die, van die Chinese tovenaars. In zijn... maar het is een beetje. John Carpenter, de eh, gast van The Thing oké Een zotte regisseur. Ook wel een grote underground regisseur. Maar Big Trouble, Little China. Als je het kind. Ik had het wel okay, leuk vinden. Um, Nog een derde pakje. Wow. Ja, moeilijk, moeilijk. moeilijk. Matrix misschien? Matrix ja, dat is ook wel echt goed. Hè. Ja, ja, ook ja. ook dat, ook, net hetzelfde. Een beetje ook met Gladiator. Ja, ook Matrix zit dat ook een beetje. Hè. Het is eigenlijk redelijk. Het is super groot, Hollywood. Maar het heeft toch een dubbele laag. Het is een ja. wel filosofie. Hè. Het is wat de wereld. wat ja, de Matrix. was ook een film in die tijd. Die was er een tijd toch. Ja. Voorraad. Dat is echt een film dat mijn vader heeft gezegd. ga ik hem naar en hij die, die film moeten gaan zien. Dan ja, denk ja, goeie vader. Ja, en die. Uh, dat was ook echt... ja, mijn vader gezien heeft dat nooit gezegd. Slechte vader. Ja, misschien juist in Spaanse films. Nee, nee dat is ook een film. Die, mijn broer en mijn vader hebben ook heel veel films gezien. Waarschijnlijk ook de Matrix, maar uh, die heeft mij nooit gezegd: "Je moet die film zien." Hè. Of nooit no binnen film gezien hè, in ieder geval. heeft uh, gezegd van: "Die moet jij zien." Ja, ik heb wel echt zo een, Ik heb, heb ze nu nog altijd al ook in de studio, maar ik heb al echt een tijd veel films gekocht. Ik heb een gigantische DVD-collectie. Nog steeds, maar ja. Een deel ook al wel weggedaan, omdat het, je kon nu veel, Ik heb ook een grote vinylcollectie, maar ja. dat is op een of andere manier meer waarde. Maar dvd's ja, ja. geef ik nu wel toe. Hé, want ik heb er echt soms heel veel geld voor betaald. Ik uh, ben ook echt soms ver geweest zo van die regio, in een tijd dat er nog die Amerikaanse Regio 1 zag, dat, ja, je dat ja. kon kopen. Dat dat, ik heb echt duizenden euro's aan iets gegeven dat eigenlijk nu als isolatiemateriaal dient in de studio. Wat, ja. Het is, is ongelooflijk hoe weinig dat dan nog waard het is. is zegt nul, nul, nul waard. Hé. Ja, dat is ook gewoon niet meer goed. Allee, bedoel, als je nee, nu streamt en zo, dat is al ja. dvd echt checkt, dat is echt uh. is ja, dat ja, is gewoon gedateerd. Ja. Maar ik heb veel. Want bijvoorbeeld The Gladiator, maar je zei, van, hoeveel keren heb je dat gezien? Ik heb dat veel gezien, maar ik heb dat vooral ook in gigantisch veel versies. Ik heb dat in VHS-video. Ja, ik heb ja. dat op Blu-ray een paar keer, maar ik heb dat in elke 4K, elke superbit whatever-versie. in ja, verschillende straf, landen eigenlijk. Ik heb dat. extended editions. Ja, dat is zo, ik heb al wat aan de verzamelkant. Ze gaan dus ja. ja. zo gaat nu ga Disney Plus, Netflix, altijd, kijk, je gaan dikwijls op dezelfde film terug, of probeer je dat altijd niet te krijgen. Ik er altijd zo'n ik... uur te scrollen en toch maar terug Jurassic Park. Ja ja, ik heb, ook wel, wel. Ja, ik heb ook wel. Nostalgisch ja. altijd ja. Ik had dat, vro dat vroeger meer als kindje. Een ja, uh, kind wel. take je dat wel uh, een miljoen keer de uh, Mighty Ducks gezien of oh, een miljoen keer. de Mighty Ducks. Bloodsport of uh, kickboxer hè, waar ik dan altijd met een Alex over uh, ah, ligt te ah, Bloedsport, Maar het goede aan bloedsport bloodsport is ook wel als je dat terug ziet. Ik, ik denk dat het ook wel een combinatie is, dat zeggen ze ook wel. Je wordt ook gewoon terug door een gevoel dat je precies geen zorgen hebt. Tuurlijk. Als je wat bloodsport ah, zag, wat, was wat hadden ze te doen? Housework ja, kon een beetje tricky zijn, maar voor de rest. Ja, Alien was ook zo'n klassieker oh. bij ons. Alien 2 dan weliswaar. Newt uh, Newton, Ripley. Ja, dat, uh, ook uh, Ridley Scott, dezelfde uh, al regisseur als Gladiator. Ja. Ja. Ah ja, ja, ja. Zo, zo ver diep nee, 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 dat maar... niet, maar het uh, wel... sense uh, ja. dan. Blade Runner, ook fantastisch film. Ook Ridley Scott. Grote nee. fan van Ridley Scott. Ook wel iemand dat ik graag in de podcast zou nee. hebben. Geweldige regisseur. Heb je het al gevraagd? Uh, Nog niet. Ah, bij ons, ik zal, als ik de terug denk, bij ons, wat dat dat was, met mijn, mijn broer, is dan de filmfan bij ons thuis. We deden dat niet in, in, in de loop van het jaar, we deden dat niet. We meestal in de vakanties, inderdaad, dat je zo niet, niet weet wat te doen. Ja, allez, Netflix en zo, dat bestond allemaal niet. Dus hadden wij zo'n paar uh, video's opgenomen, hè, want die hustlers zijn we dan wel. Ja, welke? Uh, ja, die heb ik nu opvoer. De, de Mighty Ducks zei ik mij nog. De, die we echt veel zagen, uh, Independence Day was er Ook Verwenen, oh, uh, wat zei ik er juist nu wel? Uh, Bloodsport. 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 In dus Independence Day, heel zot als je nu de cgi ziet van Independence Day. Ik weet nog dat dat uitkwam. Ik heb dat nog in de cinema gezien, dat was zo. Alien, Alien. Oh, wow. dat was echt. Dat is met alles. Hè. Ja, ja, maar, ja, maar je de originele Star Wars-Zie. Ja, die lightsabers en zo die lasers die hadden er geen computers dat is getekend. Hè. Die, dat is zo... zo goed. Dat is, dat is cool. Aura, Star Wars. National Lampoon of zoiets. Ja, ja, ja. Vacation. Ja, ja. En op den duur konden we dat allemaal meezigen. Dus dat was echt Danny Vos. Wij konden dat echt allemaal meezigen. Ja. Vooral mijn broer, maar ik moest dan meekijken, want ja, dat meekijken. Dat was een oudere. Dat was natuurlijk wel. Allee, oh, hier gaan hou hier gewoon weer in een nostalgische trip. Maar dat was natuurlijk. Wat aan die tijd leuk was. Was natuurlijk. Er was minder, dus keek het meer. En gen, genoot er ook meer van. Ja, Terwijl nu is het allemaal veel. Uh, Hey. Dat ja, gezegd ook en direct en beu en zo, we, we, we namen toen ook... Uh... Dingen op. Uh, voetbalwedstrijden namen wij dan ook op. En dan, om dan zo ook te zien. En op een duur kon ik en Mijn broer om de beurt zeggen wat die commentator ging zeggen. Stef Wijnans of Frank Raals. Dan, dan kon hij zo reiziger pas naar links. Reiziger zijn de Michael Reiziger ja. van Barcelona. Zo herinner mijn wedstrijd Barcelona tegen uh, Chelsea. Mijn broer is een Barcelona-fan. Uh, de 5-2. En wij weten perfect welke seconde dat hij goal valt. Wat er wordt gezegd, dat is dat ze wel eens, allez, dat is bijna autistisch. Omdat uh, ja. ja. we gewoon, ja. Uh, ja omdat wij je... en wij keken TV. Ja. En, en dat, was... dat mis ik wel zo. soms, zo het echt gedetailleerd kennen van een periode. Zo. <laughs> jo, maar, ja. Nu voel ik ook wel van ik ja, dat gezegd, er is te veel. Resident Evil, ik, ik... ik kan oh. nooit vergeten: Resident Evil 1, hè? Resident Evil. PlayStation, uh, nee, we spreken 1996. Ik was ja. veel te jong om dat te spelen. Dus Akelig, ik keek... spel. Akelig spel, absoluut. Uh, mijn broer en zijn, uh, zijn goede vriend uh, speelden dat bij ons thuis poppen, en ik keek dat mee. Maar dat was, wij waren er zo in geïnvesteerd, omdat dat zo, ja, dat was een, dat was een verhaal, dat spel. Dat was zo, was hey, dat was, geen, uh, dat was zo, weet, niet als Mario, dat was echt, wow, dat is een verhaal. En dat was precies een film voor ons, hè? dat was het cool en cool. Oh, dat gespeeld, oh, we gaan dat spel, we gaan een oude spel en zo. Bla bla bla. En ik herinner me nog me dat, ik zal zeggen, vijf, zes, zeven jaar later, speel ik dat met... Uh, blijf ik slapen binnen een kamerad. En zegt, oh ik heb hier Resident Evil. Uh, Oh, dat is, wat kassen, zoals dat een nachtje door kassen, hè? want zo cool waren we wel. En ik zeg: Oh ja, mei, dat is lang geleden dat ik dat heb gespeeld. En ik pak dat kastje en ik wist nog perfect. Ik, ik heb dat basically gewoon. Dat moet, daar, dat moet zo, dat moet zo, dat moet zo. Dat, dat was, muscle dat was, memory. Dat was muscle memory. Dat was echt, omdat je er zo mee bezig bent geweest, wist ik. Nog. En, maar natuurlijk ook, wat het is als je bijvoorbeeld. Uh, Twee uur of drie uur naar een bepaald uh, raadsel moest zoeken en dan erachter komt van ah, je moet dat schilderij zo hangen en dat zo en dan gaat die deur open. Ja, dat herinnerde je wel, omdat je daar drie uur het naar moeten zoeken. Ja, maar het feit dat je dat toen kon. Ik had dat bijvoorbeeld met Tomb Raider. Tomb Raider? Ja, 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 ja. Dat je dat, 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 dat geduld had. En, want ja, ja. ik geloof nu, want ik zit nu in het stadium dat, dat ik mijn dochtertje begint zo te gamen. Die vindt dat leuk en die zacht. En dan is dat wel tof zo terug. Maar dat is dan Minecraft. En, ja. dan, en dan ben ik wel blij als ik dan wel voel dat dat dan toch even mag duren. Ja. 12, ja, is, ik weet dat, dat... dat bij mezelf, ik, ben nu, ik speel nog PlayStation 5 een Star Wars spel of whatever. En dan zit is er, is er ook met raadsels en dan doe dat drie, vier keer en je vindt dat niet. En dan. Uh, YouTube. Ah, ah, zo moet dat. Ja. <laughs> wij, wij, wij waren ook een enorme fan ja. van ja. Zelda. Het spel ja. Zelda, The Legend of Zelda, al die reeks doorlopen. En uh, wij konden letterlijk een dag spenderen. Oh, ja, je grokte niet verder op een bepaald moment. Je niet verder, dus je moet iets zoeken. Ah, hier is het niet, hier is het niet. Wij konden letterlijk zeven tot acht uur spenderen, ik, ik overdrijf niet. Het niet vinden, volgende dag opstaan, gewoon terug, terug beginnen zoeken. En weer. En dan, ja, we hebben het. Wij, bijvoorbeeld, wij weigerden om iets op te zoeken. wij ja, ging dat niet. Ging dat niet. Jo, wel, je je wel gaat boekjes en zoals je dat wou. Je hebt oh, okay, PlayStation magazinen, je ja, gaat, ja, gaat, ja. gaat ook al, hey, we spreken nu over de pre story internet bestond ook al, maar wij weigerden dat. Ja, snap ik ook wel. Ik zit ook nooit in een cheat. Soms hebben we ik... dat dan echt, omdat we, als yeah. nu zo drie dagen, ja, ja. acht uur een stuk, dan is het van, fuck. We hebben de dat je een bepaalde cheat is, ja. ik snapte waarom, dan kon ik het niet stoppen. Maar dan voilà. dacht ik altijd, ja, dan kan ik even goed volgen. Ja, maar het is zoals een sigaret roken. Ja. ene is, 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 ja. is beginnen, he. dat hebben ja. wij ook. Ah, dus ja dat zijn niet nee. inderdaad sorry beste kijkers en luisteraars even een uh, trip down memory lane nee. um, wat ik nog een hele goede film vind, by the way is ken je die kind, uh, ja dus dat zei Coz inderdaad dat je komt bellen Echt? En dat, ja dat is echt wel waar by the way want dat heb ik ooit eens gedaan ik heb nog uh, een lijn gebeld je had zo in dat boekje of zo of whatever ja, ja. Je had je zo een lijn waar je naar kon bellen en dat weet ik nog wel in de titel van de, dat was zo de punt 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 woods en ik denk dat het uh, in The Legend of Zelda de ocarina of Time was en dat was eigenlijk een doolhof wow. en dat was een dolof, dat was met tunnels je kon een tunnel binnen en dan moesten we weer links rechts voor links rechts ja, heel de hele tijd dus dus als je ene keer verkeerd zit zit je eigenlijk in zo'n een, een maze en dat waren we dan beugen worden op een palmint. En mijn broer mij semi-verplicht. Deel, uh, om te bellen. En dan hadden ze iemand onderlijn, een Ja, ga uh, helemaal naar het begin. Huh, Boem, naar dat begin. Dan zit hij ja, de eerste naar voren. Boem, Ja, dan naar links. Poef, naar links. En dan zo kwam hij uh, door dat dolf. Dat herinner ik me ook nog wel. Nee, ik heb ja, al... nooit weet. Wat, een, wat, een, wat een schoon job is ook. Maar, dat is alleen oh, maar mensen ja. blij maken. Game helpen. Oh. Ja. Ik ken de, ja Scoot nog van vroeger. Kinderen, dat Scoot eigenlijk. Het uh, telefonische internet. Er is nooit of Scoot, noem dat. Ga jij wat dat kennen, Scoot? Ik noem het Scoot, Scoot, Scoot. Maar ik, zijn, ik ken nog het internet dat dat begon, wat? dat weet ik. Ik weet ja, nog het internet dat begonnen is. Begon die bellen is. en dingen, dat was zo dat toch, maar... Nee, nee dat was, volgens mij noemden ze het scoot. Ja? En, wij deden, en dan konden ze zo bellen en dan konden ze zeggen... Ja, uh, ik woon in Berchem mm. en wat is het dichtstbijzijnde zwembad? En dan zei die... Ah ja, in die straat en daar en dat zijn de openingsuren en dit en dat. Dat was scoot. En want die vroegen ook altijd uw leeftijd, weet ik goed nog. En dan ja. zeiden wij zo... Ja, uh, 18 jaar. Ja, van, wat is het geboortejaar? Het tuut. Tuut, tuut. Dat dan wisten wij niet. ieder scoot: telefoniedienst, alstublieft. Ja, dat deden wij vroeger. Want die, die, uh, op het plein hè, was een telefooncel. Ja, dat weet ik nog en dan. Dat, dat gebruikten wij ervoor om te lullen en te kullen. Maar dat is echt een gat in mijn cultuur. Ja, scoot. Maar dat ik ook niet, scoot. Maar dan kon je ook zeggen: ja, ik zou graag een tank bestellen of zo. Ja, maar die, 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 je, je merkt, want inderdaad, je begint echt. En dan beginnen ze onnozeliteiten ja, te ja. vragen. En dan beginnen die wel. Uh, die, die hebben dat dan ook wel snel door. En dan beginnen die hun leeftijd te vragen. Et cetera. En. Dan, maar je kon inlaten, ja, ik kon niet Ja, ik ben nu momenteel in Mirixim. Ik zoek. Uh, 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 kun je mij een paar Chinese restaurants uh, doorgeven? En dan ja, checkte ik die ik dat. dat besom, ik wist dat dat Scoot heette. Ja, dan, ja dus uh, Scoot. Ja. Ik ben, ja. Ja, wij deden dat. Deden. Dat was denk ik een gratis nummer. Waarschijnlijk. Afslap, nul, ja, als ja, als nee, betaald was dat 0800 dat of zo. Was dat was niet 0800, dat was gratis. Hè? Ja, een 0800 nummer en dan tik-tik-tik. Wij wisten dat op een bepaald moment. Dan heb je dat je gewoon een goed kunnen intikken of nog. ik weet wel dat wij op telefoonkotje op plaat doen, nog seks laden en zo. Daar was je niet bij dat ja, word ik heel zeker wel bij. <laughs> Oeps. Dat zegt mij niks. Nee, dat zegt ja, me dan echt, echt niet Ik heb dat is een ja, 0800 nummer en als er een telefoonstekst of zo. Dan kan hij dan nog bellen. Ah, vooral dan. Ja. Kattenkwaad. Kattenkwaad, goede tijden. Ja. Hoor. Dat weet ik niet meer. Uh, ik, kan die, die, ik wou nog enkel eventjes toevoegen. Dat ook een hele toffe film is. Die volgens mij noemt hem Creepers. Met Kevin Bacon. Oh, uh, dat vind zeker? ik ook. Die kan, dit is een film dat ik ook kan blijven zien. Dat is zo. Uh, Rich or Rich dat al die? Shoshen Ja, Dat is voor mij hetzelfde niveau, zo van van vibes, ah. op een of ja. andere manier. Ik vind dat de ja. Shoshen is fantastisch. Hè? Ja, ja, een prachtige, ja. Ja. Een prachtige Absoluut. film. Dat is blijten, hè? Uh, ja, ja, ja. Eh. Film van wil ook zeggen acteurs, alleen uh, fan van bepaalde acteurs. Je hebt een tafel, zwaar koffie. Je kunt koffie drinken met drie acteurs. Hier zijn we mee met mijn drie, hè? Het is, is de drie vandaag. Ja. Direct. Dead or alive? Dead or alive. Wie mag er aan uw tafel aanschuiven? Uh, kon ik kon ook eens ondertussen wat nadenken. Jij kunt ook wat nadenken. Wie zou ik als. Oh, acteur... Samuel Jackson? Ja. Ja? ja. Samuel L. Jackson? Samuel Jackson, ik heb er. Uh, dingen denk dat hij een goede nummer heeft. Ik vind een geweldige acteur. Ik, ik wil Joe Pesci. Ja, snap ik. We gaan allemaal aan tafel maken. Ik wil Joe Pesci. Ja, maar we moeten drie maken. Gaan moet er ook nog een kiezen? Ah, niet. Nee, ja, uh, ah, dan heb ik iemand uh, moeten laten. naad McGregor. Ook goed denk ik. Ah, ja, Joe Pesci. Ik. We wel geen vrouw. Een vrouw moet ook erbij. Er we moet wel een vrouw bij. Ja, maar ja, we, we moeten drie kiezen, hè? Margot Robbie. Margot. Ah, moet Rob... een vrouw. Margot Joe Margot Pesci. Margot uh, hoe noemt hij gast yes, van uh, Denzel Washington? Ja, ik zie vrouwen. Denk zo'n rot verhaal zo'n rotverhaal over Denzel Washington? Dus zo was Washington gewoon weg. Vervangen nee, 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 door nee, Eddie Murphy. Ik nee, nee, het ergste verhaal ooit over Denzel Washington te vertellen. Is, is de bedoeling dat je dat nu vertelt? Of? Nee, wat dan verkloot ik het voor, u, voor jullie kijkers ook. Nee, maar Eddie Murphy in die plaats van Denzel Washington. Dan ga ik nog over een vrouw nadenken: Natalie Portman oh jij doet alleen maar vrouwen. Ik ben ooit op tour ah. geweest. Ik ben ooit op toer geweest. Sorry, zo ik weer. En die kende die en die zeiden dat je een toffe was. <laughs> nee, die zei, want want die dat niet een toffe. Die studeerden die studeerden in Boston. Dat Maar dat het is voor een tafel, tafel. Nee, een gesprek. een gesprek. Zeg het maar. Ja. Hey, de weinige, ik bedoel, de, yeah. eruit om, de om links en ja, die die mm. lijkt blijkbaar... me. Ik vind dat weer wel opvallend. Is we zo typisch Andries. Alleen wij zien hier zo ja Hollywood celebrities aan toekomen en jij weet wel ja dan denk ze zo ja zien een toffe. Oh, nee, ik, weet, ik heb een link, weet, je weet dat ook ook. Nee, zo. wacht, ik ga ze dus veranderen. Die studeerde blijkbaar, die studeerde, ik denk Brown University, of in ieder geval die studeerde in Boston, studeerde die. Want die, die was eigenlijk bekend, maar die... Toen was hij echt al wereldberoemd, heeft hij nog iets gestudeerd. Ah, ja. Dus ik spreek, dat, zal, dat is ook een jaar of twintig geleden of zo, in ieder geval. En blijkbaar had die streken. Hey. Een, een, een celebrity streken? Daar denk ik maar uh, ik denk dat de die weg is is het dat die ja Natalie Portman ik weet wie ik, vrouw. ik weet wie ik vrouw. vrouw ook zeker een vrouw maar ik denk dat ik ze gaan veranderen door Angelina Jolie die ken ik niet ja maar die, die... <laughs> ja, ja. geen, link. geen, link. geen link mee. geen link mee. dat die wel iets te vertellen heeft ja weet je dat, dat. Denk Allee, ja. wel nee? over, ja. over opvoeden al zeker ja, voilà, Daar zal dan je iets je over kunnen zeggen ja en over de wereldproblemen. Maar eerlijk, ik weet niet of dat. Ik weet het niet. Ik vind het altijd, ik vind het altijd moeilijk. Dat ze dat weer, weer om dat Never Meet Your Heroes ding. Vertel je altijd. Ja, maar, ja, maar ja. laat dat nu even. Gewoon. Hey, wat okay, je denkt. So, ja, laat so, ik dat gewoon het vallen uit de negatief. Oké, okay, ik, ik ga mijn tafel vullen. Dan kun je gewoon de tafel vullen. En dan ja. moeten we afronden, want ik krijg hier de melk dat onze reschave kan volgen. Oké. Oei, spat. Ivan McGregor, Angelina Jolie en Keanu Reeves. Keanu Reeves had een mega coole gast, Waarschijnlijk een heerschant. Ja, dat denk ik ook. Ik wil eigenlijk Russell Crowe zeggen, maar het schijnt dat hij niet zo dat is, heel lief is. Er nee, ja. wordt gezegd dat hij een beetje een rotzak is om samen te werken. Maar ja. heel goede acteur. Ja. Dus wie is uw tafel dan? Dat is Russell Crowe? Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson. Samuel, L. Jackson. Samuel L. Jackson, die, die doe ik ja, ook vooral. Ja. Wat een held is, ja, Samuel L. Jackson. Ja, ik zou Tarantino erbij, doen, maar dan is het wat te veel in dezelfde vijver. Uh, Alexander Skarsgård. Ah, misschien zou ik die nog pakken voor gewoon. Uh, zo, ja, om gewoon, om die een, Sabrina in een selfie met Alexander Skarsgård ja, 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 ja. En dan, ik. Uh, je daar al over beginnen? Kun je daar al wel? over beginnen? Ja, 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 ja. Die mij, Alexander Skarsgård is eigenlijk de enige man die naar mij ooit het gevoel heeft gegeven dat ik, dat ik ze niet had. Hmm dan ja. had mij beter in de moeten houden. dan bowling. Hè? Dat is een fijn. <laughs> <laughs> dat zal. Dat kan ik wel vertellen. Dat zal. Ah, ja, oké, okay, eh, leuk. Dat was. Uh, dus je foto is ook, want je zet je selfie. Ja, ik heb natuurlijk de klo al weggegeven. Je zet je selfie op haar Instagram gezet. Maar wat daar eigenlijk vooral is, we waren met gezien. Uh, drie jaar geleden waren we naar New York geweest. Eh, ik, uh, de dochter en dan Sabrina En uh, we waren uh, alleen, het was tof. Het was, een, het was echt een gezinsding. In New York meer gezinsding. Zij was 4,5, dus nog klein met een buggy mm. waar de Coney Island geldt. Maar het was echt een gezinsding. Het is belangrijk om te zeggen: ja. een gezinsding. En uh, we waren niet gewoon doen en tof. En we, Even iets drinken, zo typisch. En we zitten, denk ik, in Little Italy, of zo, sowieso op Manhattan. En uh, voor de mensen die het niet kennen, Alexander Skarsgård is een bekende acteur. Uh, vooral gekend nu recent van The Northman, maar hij heeft ook Tarzan gespeeld. zit in Succession, Big Little Lies. Maar was vooral ook de gast. Zijn doorbraak was eigenlijk in True Blood. Was dat eigenlijk hm. een van die hunks, eh, Eric, uh, waar elke vrouw zot van was. Uh, waaronder ook uh, Wederhelft. Dus we zitten dan in een van de... In uh, Little Italy in New York. En ik zit met mijn gezicht naar het raam. en we zijn iets om te drinken met drie. Wat gaan we nog doen van de middag? De typische. Hè? Ja, je ziet uh, ja. En ik zie in een soort raam. En ik denk, en ik zeg hardop, zeg je mij? Dat is nou precies Alexander Skarsgård. Ja. En op dat moment. stop het eigenlijk vooral. Want <laughs> ik weet niet hoe rap dat er gegaan is. Op het volgende moment draait hij er eigen om, pakt die een jas en die is weg. Die zegt niks. Die is gewoon weg. En, uh, en ik zie die nog rechts lopen. En ik stond er zo en ik zit er met mijn dochter van 4,5 en die zegt... Je laat letterlijk en figuurlijk alles achter. Die liet alles achter. Ja. Maar echt alles, hè. En, en ik heb toen echt een heel surreel gesprek gehad met een 4,5-jarige kleine. Ja, mama is die had, weg. Die letterlijk ja. vroeg: waar is mama en wie is die man? Ja. Dat is en dat dat uw zo... nieuwe papa. Ja. <laughs> ja. Ik, ik, kan, ik, ik weet niet meer wat ik juist gezegd heb, maar mijn eigen kennende zal het wel wat iets cynisch geweest zijn. Maar <laughs> dat is ook zo: wat zegt je dan? Ja, ja. ja, dat is Alexander Skarsgård, maar die is nee, Dat heeft hij dus ja. niet ik zeg: Ja, ja, kent mama die? Ja. Ik zeg: Zeker niet. Nee. Nee. die kent haar zeker niet. Die kent... nee. En dan heeft dat echt lang geduurd. Want dat was eigenlijk het grapje gedaan. Echt zo, ja, een kwartier of zo. Maar een kwartier is lang, hè. die heeft niks gezegd, hè. die is gewoon weg. En dan kwam die zo buitennaald hem helemaal terug. Oei. Ik heb het, hè ik heb hem. Hè. Ik zeg: Ja, wat dit Ja, ja, kwast hem. Het was hem. En dan bleek dat hij die half uh, tot benauwd tot in Brooklyn is achtergelopen. Uh, want hij woonde daar ergens. Ah, ja. En zij heeft er wel een foto mee, die kun je ook op haar Instagram zien. Met de knappe uh, is Alexander Scarborough. Die was van terugkwam, Zeker dat hij er gewoon achtergelopen is. Uh? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. En ik moet zeggen, het is, het is een, een semi-grappig verhaal. Natuurlijk, vooral omdat het een, een wereldster is. Maar ik weet wel, als we dan over lachen, heb ik wel een keer wel eens een keer gezegd. En iets minder om te lachen zo van. Jij wordt wel echt direct weg. Ja, ja. Ik zou zoiets hebben. Ik zou het ik heb weet, hebben zou het, oh, ja, dat is die. Zou ik naar een selfie vragen? Oh, dan zou ik zeggen. Maar natuurlijk, nee, nee. schat. God erachter. Wie weet is hem het. Maar dat was gewoon echt alsof. Ja, dat niet bestond. Uh, alsof je het niet bestond. En dat is echt waar. Dood het is allemaal goed. Maar ja, soms voelde je wel. Ja, maar dat is even dat ego dat zoiets heeft van. Oei. Ja, en ik heb toen daarna nou echt van het slechtste verweer ooit gegeven. Kent dat wel? Hè, want je hebt geen verweer. Hè. Dan is dan oh, nee. zo. Ik zeg maar ja, we hadden gedaan. Allee, bla, bla, bla En dan komen zo de typische nee. dingen van dat, nee, wat zouden dat doen. Hey, start, en dan zeg ik uh, dan, hè, uh, uh. hey, nee, alsof dat jij. Hey, also, en dan zegt hij, wat kun je niet weten. En dan heb ik denk ik wel echt laag dan Heb ik echt opgezocht met wie dat allemaal allemaal was. Oh. En dat is echt Amanda Seyfried, Margot Robbie. Ja. Uh, die Bos wordt Kate Bosworth. Die net er echt al wel een paar. Uh, ja. Mee naar huis gepakt ja. in dat kot, in Broek achter de hoek ja. door. Maar dan, allee, ja, dat was het moment. Maar ik heb toen wel echt gemerkt: van uh, ja, man, soms zit je niet de nummer één. Nee, nee ja, aanzien. Uh, maar maar voor ons zou je altijd dan, hè, je dan toch van de iemand nummer één zijn. Ja. Als hij dat, dat zou doen met Kevin Jansen of zo, Rond Russen, die komen er meer tegen, ja. ook, natuurlijk. Of die herkende zo wel half zo. Deze kunnen je altijd zeggen: als ik ja, in de okay, Noordman wel. zie en ja. dan zie je die er weer zo staal met zijn stalmis of Tarzan zijn en dan denk ik ook. Uh... Ja, je herkent u meerdere dat. Een meerdere. Uh... Hmm. Oh wel. Omgekeerd weet ik niet of dat had gepakt. Ja, <laughs> <laughs> uh, <nee. lacht> dat dat nu ah, nog niet? Ja, maar echt zo snel hè? Ja. Dat was echt man en kind achterlaten. Ja, vooral één kind. Ja, is toch een beetje. Zeg Ze zeg maar zeker, lezen wel, zeker dat dit vooral, als ik, ooit in, als ik het nodig heb, dat vooral zit hier. Ah, ja. Ja, 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 ja. Dat zit ik, echt hier in het achterzakje Als het een uh, kwestie wordt van, uh, ah ja. meneer de Juge. Ja. Ja. <laughs> op tafel. Oké, okay, perfect. Uh, ik zou nog willen doorgaan, maar ja, blijkbaar is er, uh, uh, ja, ik krijg uh, de melding. Een technisch uh, probleem. Jij zit te goed. Je dus uh, uh, minuten. nog goed. een goede foto. Welke foto je nog? We hebben nog 30 minuten harde schuifelen. Uh, welke gaan we dan pakken? We hebben er nog twee. We hebben er nog twee. Uh, pop, 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 ik vind Ik, ik ben benieuwd welke foto's dat je dat is hebt. Oh, niks interessants. Interessant. Ah oh, wel, dat is die reis. Dat is dat die, die reis zelf. Ja, maar die kwisten. Dat is die reis. Ja, maar ik wist, ja dat is die reis. Ze is er nog van ontgenieten. Ja, 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 ja. Ze is er nog van ontgenieten. <laughs> maar kijk eens op Instagram van Sabrina. Dan zie je dat. Nog beneden scrollen, dat is 2019 maart of zo. En dan gaan we die foto vinden nee. met. Ik vind al... dat jij die in datum heel goed weet. Jawel, wel, 2019 ergens, maart 2019 met een gast, ja, Alexander Skargaard. maar op, op selfie ziet hem er niet zo zot uit dan in. Natuurlijk uh... ja, niet. Hij hey, moet moeten niet veronderdoen maar. Ga... Hey. Nee, wel een goede reis, wel een toffe reis eigenlijk. Ik ga graag op reis. Ja, waarom komen jullie zo lachend aan eigenlijk? stond daar een ontmoeting. Mijn zus, mijn zus kwam, hij, kwam ons ophalen. Ah, ja, ik ja. vind dat wel echt. Uh... Ja, maar het is wel alsof dat wij zo de perfect family dat is zijn. Niet normaal. En dat je nou juist het verhaal ja. hebt gehoord over ja, Alexander ja, ja. Skargaard. Dus ja, wat ja, groen lachen. Uh. Dat zijn de imperfecties die u perfect maken, André? Dat is een tegelton. Dat is, dat is een tegel, tegel. 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 Bons ja, Maar ik hou van Amerika. Dat kan ik ga niet onder of bijsteken steken. Uh. Uh, wat ik eigenlijk uh, wil weten is: je, je ziet er weer goed rond lachen. Je bent een goed lachsman. Maar wat, wat kan je... Oh, is hem dat? is hem ze. Maar nu, zeg alsjeblieft. Dat is precies zo. Hier, Isabel Dams, onze chef-drainer. Ah. Nee, serieus. Zelfs Isabel was hier helemaal mee. Oh, ja. oh my god. Ja, dat is Tarzan, hè? dames en heren. Ja. Dat is Tarzan. Dat is ja, ja, Succession, uh, dingen de Northmen, Eric een Trueblood en vooral de ah, ja, X Margot hey, Robbie. Dat is Welcome to the AA. Dat is Radio Willy. Hallo, dat is ook iets. Eh? 10 seconden aan jou. Dat is niet normaal, hè? Je, in, je weet niet eens waar je gaat Weet je, als je zo in de strip. Ken je van die stripdingen dat je zo. een jas naar boven ziet vliegen? Dat dat er zo. O, ja, zo Dat is een wolkje. Ja, zo. Godini. Dat soort beeldspraak oh, uh, was van toepassing. Ja, ja, ja. Oh well. Ja, maar. Ja, uh, Wat maakt u dan boos? Want we zien u daar uh, rijkelijk lachen. Waar kun je zo kwaad van worden? Van filmen of, of, of ook niet? Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik heb er nog nooit boos geweest. Uh, ik, kan, euh, ik, ik probeer boosheid wel echt weg te houden, omdat ik in mijn leven wel, ooit wel veel meer ja? boos geweest ja Ja, zo, bij het, bij het gegeven, zo altijd. Maar is dat dan wat meer bitter? Ja, ja. En dat, dat, ik ben gelukkig niet lang in mijn leven. Ik ben gelukkig misschien maar een half uur in mijn leven bitter geweest of zo. En ik vind dat een verschrikkelijk ding. Ja. En ik wil boos ik wil dat niet te veel zijn. Nee. Onhoofd, ik vind heel veel negatieve energie. Er zijn dingen ertussen. Um, maar wat ik, als iets is wat ik boos, als er iets mij boos maakt, dan is het. Um, of ei, boos, wat ik niet graag heb, ja, ja. is uh, um, mensen die hun tijd stelen. En dat ja. is mensen die iets komen vertellen, wat op geen enkele manier waar is. Zo. <laughs> so, zo'n mensen, zo pathologische leugens. Je hebt het gehoord, Jacco. Zo, zo, blazers. Ja, dan blazer kijk ik nog aan, omdat dat, dat is ook iets schattig. En als je dat kunt zien, maar dan moet iets waar zijn. je hebt echt mensen die zo iets zeggen dat niet waar is, of een beschuldiging doen dat niet waar is. Ik, ik kan heel... Je haat politiekers. eigenlijk. Ja sowieso. Ik heb, een, <laughs> ik heb een enorm probleem met. Um, ik heb geen probleem met een mening. Ik heb geen probleem met of dat, wat die ook is. Maar ik heb wel een probleem als, als er een discussie is over iets dat gewoon is. Een feit. Dus leven soms in een tijd dat mensen over een feit beginnen. Mm. En dat heb ik nooit gehad. Ja, 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 ja. Als het is, is het zo. Bepaal, ja. ik doel, en da, daar kan ik heel kwaad over worden. Want ik vind dat dat soms een belediging is voor, 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 voor mensen ja. die wel echt dat verhaal ja. hadden, die echt iets hebben meegemaakt. Of zo so, keeping it real. Ja. En vooral. Um, ik zal heel zelden, ik heb veel fouten, maar ik zal heel zelden iets doen of zeggen dat ik niet kan waarmaken. Omdat ik dat, en dat, ik kan soms boos worden als ik mensen bezig ben en ik denk: dit is niet wie dat gaat zijn. Nee. En, en, uh, en zo'n mensen heb ik gelukkig, ik heb er niet veel in mijn leven gehad, maar ik heb er wel een paar in mijn leven gehad. En die heb ik gelukkig allemaal wel geband. Ja. En dat voel ik ook wel met ouder te worden, dat je daar sneller een radar voor hebt. Ja, ja. Um, een ik fake heb, radar, daar gewoon bekend. Ik denk dat ik een redelijk amabele, vriendelijke vent kan zijn, maar als het er voorbij is. daar zijn voorbij komt, blijkbaar. Dat zijn ze het gedaan. Maar die, die, zijn echt, die hebben ze nou echt wel goede dingen al wel gegeven. Maar ik, als het voorbij is, is het ook voorbij. Het ja. kan heel koud worden ook. Dat kan ik wel. Ja. Maar duurt dat dan even voor een leer dat je die knip doen? Of is dat echt bij dat duurt wel Bam, ja. nee, 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 Dat duurt heel lang. Maar ja. als ik voel dat het is en dan kijk ik ook niet achterom. Nee. En dat heb ik ook nodig, want dan kan ik ook het één eeuw doen. Ik kan enorm veel geven, maar als ik, als ik voel dat het niet meer de moeite is. En dat is ook ouder worden. Dat vind ik een van de weinige dingen die leuk zijn om ouder worden, is dat je daar ook rust in vindt. Zo van... Ja, ja. oké okay zijn met... Oké, okay, het is echt niet zo erg als, als je breekt mee, met nee, iemand. Nee, nee, nee. Dat is echt nee. niet zo erg. Er zijn echt genoeg mensen. Ja, dat is uh, waar. Hè? Terwijl als je jonger bent denk denkt: oh nee, wat denken je die wel? En, en ja. eigenlijk moeten we niet. Weer al doorgaan, eigenlijk. Ja. Uh, dat is een goede foto, hè? Don't look back. Dat vind je een topfoto. Eigenlijk bij deze foto was de vraag: van... Uh, je bent een goed lachse man, wat maakt je boos? Uh, je hebt al heel wat momenten meegemaakt in je leven. Je zei: een man van momenten, hè? Je, dat zo wordt. je hebt een super interessant leven, eigenlijk. Welk moment zouden zo. Dat is een mega wollige vraag, maar wat zouden zoiets willen? beleefd dat je van ah dat was echt de top um, ik, kon, ik kon een heel wollig antwoord geven de, de, maar het is wel geboorte dat ik echt... van dochter dan bijvoorbeeld ja, of geboorte van de dochter maar eerlijk dat zijn clichés. cliché ja, van dat moet je podcast dat mee clichés. vullen Er is geen hele lasterloze deze dat deze ja natuurlijk maar ja, ja. nee eigenlijk het is ook al een beetje wollig maar wat ik altijd het leukste moment vind dat is het moment dat je iets start en dat het begint, dat begint te, gaan. te gaan, Ja, en dat, dat is eigenlijk iets. Als ik aan iets verslaafd ben, dan is het dat. Zo, zo dat eerste succesje. Oh, ja, heerlijk. Zeg je dat ook altijd? Dat was ook een, ook een les dat ik ooit kreeg. een van mijn eerste favoriete bandjes. Dat was zo maar een, maar een, absolute favoriete band. Maar dat was dat was niet eens een topband. Dat was zo een band die noemde de Sputmonsters, Monsters om er een idee te geven. Okay, ik ja. was er mega fan van. Man, en ik mocht met mijn eerste bandje ervoor openen. Wij waren echt niet goed, we Waren echt niet zo goed. Wij waren echt wat sukte. En die gast, die kwam daar ook, niet zeggen, die was keihard lief. En die zei, ik ja, denk dat we geopend is voor mij. En uh, ja, ja, ik heb er van. En dan zei hij, en onthoud dat het leukste is altijd de weg ernaartoe. naartoe. Ah, ja. En dat is wel waar. als je zo eerste optreedt, en zo dat marcheert, je zult ook katten, hè. eerste video, je denkt ineens, Wow. Ze ja, 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 ja. zijn niet meer alleen onze vrienden. Ja ja niet ja, worden. Ja, 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 ja. En dat geef ik wel toe. Dat blijf ik. En dat is ook de reden omdat ik dat podcast zo leuk blijf vinden. omdat ik elke week denk wel, wat kan het weer worden? Ja, ja, ja. dat is. Dat is waar. Met deze prachtige boodschap ja. denk ik dat het. Kunnen we zien wat deze gaat worden, deze aflevering? Ah ja, vanaf voilà, weer een klein succes. Nee, ja, hey, de Road to... Je heeft eigenlijk toe wel lullen van smorgen saus met elkaar. Ja, en dit, in deze moment hebben we gewoon drie micro's bijgezet. Ja, dat is, dat is waar, waar. Dat is, dat is absoluut dat is waar. waar. Dit is, is, uh, is wel ons leven voor de rest ook. Hè ja, ja. ja dat is uh, niet anders dat klopt. dat klopt nee bon bedankt om te komen uh, nee precies. dat is een eer dat is een eer zijn blij dat jullie mijn leven zit. sinds een aantal jaren nou, ons oh, nu niet bannen, hè he. nee ik beschouw wel als buddies als vrienden oh, dus kijk eens kijk tof gezond. dan rest er uh, mijn enkel of ons enkel nog maar de kijker thuis te bedanken de luisteraar thuis te bedanken en natuurlijk onze gast van vandaag te bedanken grote en dank spits. aan iedereen en tot de volgende aflevering yo dag